Kijk, goedemiddag dames en heren, van harte welkom hier vanuit de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. En ja, ik had u eigenlijk willen zeggen van harte welkom hier vanuit het Haagse Bos, want we hadden eigenlijk het idee om deze uitzending vanuit het bos op te nemen. Want ja, we gaan het hebben over natuur inclusief Nederland, een rapport van de RD dat in maart is verschenen. Ja, en dat zou je eigenlijk het beste natuurlijk vanuit het groen kunnen doen. Maar ja, helaas, er was zoveel regen en onweer dat we uiteindelijk hebben besloten om het toch maar binnen op te nemen. Maar dat kan die pret niet drukken, want de gasten zijn er wel en het onderwerp is er, het rapport is er, dus we gaan deze middag met elkaar in gesprek over natuur inclusief Nederland, natuur overal en voor iedereen. En dat dekt ook precies de lading van het gesprek wat we deze middag met elkaar gaan hebben. Iets wat voor veel mensen als vanzelfsprekend wordt genomen, natuur, is toch niet zo vanzelfsprekend als ze misschien wel denken. Dat blijkt ook wel uit de gesprekken die onder andere vanuit de RLI zijn gevoerd met heel veel verschillende mensen. Maar ook de vraag rondom biodiversiteit, de afname van biodiversiteit, ja, is misschien wel een van de grotere crisissen waar we in zitten. En ja, ik zeg maar crisissen waar we in zitten. Als je ze allemaal op een rijtje zet, dan hebben we nogal wat vraagstukken. En ze hebben allemaal met elkaar te maken. En biodiversiteit is daarin een hele belangrijke schakel. Dat gesprek gaan we deze middag hier met elkaar voeren, met verschillende mensen hier aan tafel. We hebben nog een aantal voorbeelden die we willen laten zien. Maar u kunt natuurlijk ook meedoen deze middag. Dat kan door aan de zijkant van het scherm waar u nu naar kijkt vragen in te vullen. En die vragen krijg ik dan hier op mijn schermpje te zien. Mocht u die optie nu niet zien, dan heeft u uw scherm waarschijnlijk op fullscreen staan. En dan moet u hem weer even wat minimaliseren. En dan ziet u daar de mogelijkheid om daar vragen in te vullen. Nou, en zoals gezegd, die vragen gaan we dan hier met elkaar bespreken. Dat doen we tot de klok van 3:30. Zoals gezegd, dit rapport is al in maart verschenen. Er zijn al verschillende reacties opgekomen. We gaan vandaag vooral over hebben van ja, wat betekent dat nu? Hoe breng je dit nou verder? Want je kan zeggen dat het urgent is, maar wat dan? En we hebben drie mensen gevraagd om eens vooruitlopend op het gesprek van vanmiddag te reageren op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit dit rapport. En daar gaan we nu eerst even naar kijken. Ik ben heel blij met het RLI-rapport, want het laat ook opnieuw weer zien hoe slecht het gaat met de natuur in Nederland. En er zijn eigenlijk maar een paar dingen die je moet doen. Dat is het tegengaan van verdrogen, het vergroten van verbindingen tussen natuurgebieden en natuurlijk het stoppen met bijvoorbeeld de stikstofneerslag. Ik herken de urgentie om op korte termijn werk te maken van een natuurinclusiever Nederland. Ik denk dat de stikstofcrisis die ons land momenteel op slot zet, laat zien hoe belangrijk het is om te investeren en om werk te maken van de natuurinclusievere omgeving, waarbij wonen, werken, recreëren in goede balans is en in harmonie is met de natuur in omgevingen en in gebieden. Nou, ik ben heel blij met het rapport van het RLI, die heel erg onderstreept dat we echt iets moeten doen aan dat hele brede idee van natuur. Het gaat niet alleen maar over natuurgebieden. Het gaat eigenlijk over 90-100% van het grondgebruik in Nederland. Ja, basiskwaliteit natuur is een mooi begrip. Ik ben wel een beetje bang dat in de Nederlandse setting we dan naar een 5,5 toe gaan werken. Heel veel mensen die hun middelbare school daarmee zo ongeveer doorkomen. Dus ik hoop wel dat het een basiskwaliteit is, maar ook een doel erbovenop. Met alleen een soort vlak uitonderhandelde basiskwaliteit ben ik bang dat we weer aan die onderkant gaan zitten. En dat kunnen we gewoon ons niet meer permitteren. Ieder natuurgebied in Nederland heeft zijn eigen identiteit. Waar ik zelf vandaan kom, de Achterhoek, is weer heel anders dan in het noorden bijvoorbeeld, in Friesland. En zo'n basiskwaliteit natuur kan de kans geven, de gelegenheid geven om echt in gebieden, gebiedsspecifiek te kijken wat nodig is, ja, voor een goede staat van de natuur. Ja, de basiskwaliteit natuur is ontzettend belangrijk. We moeten het echt hebben over alle grondgebruik in Nederland, zoals het Deltaplan Biodiversiteitsherstel ook zegt. We moeten in Nederland die natuur die nu in versnipperde kleine gebiedjes zichzelf nog boven water probeert te houden, echt redden. Dat kan niet in die natuurgebieden alleen. Dat is dweilen met de kraan open. Je moet ook echt dat hele landelijk gebied en die woningbouwopgave en klimaat en energie met z'n allen aanpakken. Wat ik het kabinet zeker nog wil meegeven is natuurlijk doorpakken op het gebied van de natuurinclusiviteit leidend te maken, overal. Denk aan de woningbouw. Het moet geen optie zijn, het moet een eis zijn. Denk aan wat wij hebben gedaan, het aanvalsplan landschapselementen. Breng het in je regio visie. Zorg dat het haalbaar is, ook financieel. En natuurlijk gebiedsgebonden, dat is absoluut cruciaal. Samen met iedereen die daar rol bij heeft. En daar is ook cultuurhistorie heel belangrijk. We willen af van de harde knip tussen natuur en tussen economie. En een natuurinclusieve Nederland gaat daar een hele belangrijke bijdrage aan leveren.
De stikstofcrisis laat zien dat we daar ook geen dag mee kunnen wachten. Dus we willen het kabinet ook echt oproepen tot urgentie. Maar daarbij ook oog te houden voor draagvlak. Draagvlak in die gebieden, waar vaak al decennia lang mensen wonen, werken en leven. Om zo toe te werken aan een natuurinclusiever Nederland. Kijk, en met deze reacties gaan we natuurlijk in gesprek met de commissievoorzitter. De commissievoorzitter van de commissie die dit rapport heeft geschreven, André van der Zanden. Van harte welkom. Ja. Goedemiddag. Ja, eerst even, het rapport is nu dus een paar maanden oud. Leeft het nog, het rapport? Ja, zeker. Er is nog een natuurtopopkomst. Er zijn allerlei bijeenkomsten waar wij ook worden uitgenodigd om het rapport toe te lichten. Dus ja, ik heb ook het gevoel dat er... dat het iets in beweging heeft gebracht. En als u kijkt naar de laatste brief van de minister naar de Tweede Kamer, dan vinden wij daar hele interessante passages. Succes heeft vele vaders, maar daar vinden we... Ja, je herkent je er wel in. We herkennen ons daarin, ja, zeker. Duidelijk, ja. Ja. Nu is natuurlijk, als je zo'n middag als dit organiseert en dan vraag je verschillende mensen om te reageren, dan krijg je natuurlijk allemaal mensen zeggen, ja, wat een goed rapport, belangrijk, dit moeten we doen. Is het zo dat we nu precies die mensen hebben gevonden die enthousiast zijn, of vind je breed enthousiasme? Nou, volgens mij op de analyse en op de boodschap, ja, brede steun en enthousiasme. Ik denk dat er zoals altijd in dit land, als je verder gaat over instrumenten, en dat er dan wel enige kritiek zal gaan komen. Dat hoort ook bij ons land. Maar die steun is breed. En ja, ik ken Louise Vet als een kritische ecoloog. Die gaat ons echt niet naar de mond praten als het niet met ons eens is. Bovendien, heel onze aanpak heeft er ook eigenlijk denk ik wel een beetje borg voor gestaan. Want? Nou ja, we hebben dus niet alleen met 3 vaste commissieleden uit de raad zelf gewerkt. Hè? Ja. Dus met Jurijn Mol en met Karin Sluis. Maar we hebben ook 3 vaste experts uit verschillende hoeken gewerkt die de hele commissie hebben deelgenomen. Wij kunnen ze nog even laten zien. Ik weet niet, misschien dat mensen nu al een beeld hebben. Hoor. Wij zien ze nu niet. Maar we hebben even een beeld. In ieder geval is goed om te laten zien. Want ook dit rapport heeft verder vaders en moeders. Ja. Dus Ignaz Schops die heeft heel veel kennis van de Europese aanpak en in de Nationaal Park in Europa. André Jansen, een top-ecoloog die vooral in de regio met heel veel met regionale overheden samenwerkt met analyses over watersystemen. En Esther Turnhout die vooral sociologisch bestuurskundige kennis heeft uit Wageningen. Natuurlijk heel veel literatuur bestudeerd, heel veel bijeenkomsten met experts. Maar wat ik zelf heel erg waardevol vond was dat we een onderzoek onder burgers hebben gedaan en ook een aantal burgerpanels. En we hebben daar zelf ook in geparticipeerd. En wat je dan eigenlijk toch weer verrast en ook eigenlijk hartverwarmend is dat men eigenlijk zegt, wij willen natuur dichtbij. We willen niet 1 keer per jaar op vakantie en dan Nederland natuur. Nee, we willen het op loopafstand in onze eigen wijk. We willen het dichtbij. Het is de basis van ons bestaan. Dat is eigenlijk heel 90% vindt dat. Dus daar zat eigenlijk ook een geweldige steun in de rug om die verbreding van onze aanpak, om die ook, die kwamen ook terug in dat burgeronderzoek en in die burgerpanels. Ja. Over die verbreding gaan we het zo meteen nog even hebben, want dat komt natuurlijk ook net al in die reactie naar voren. Dat vormt echt de kern ook wel van jullie advies van, bekijken niet te klein en zie het juist inderdaad in die hele breedheid. Toch even ook bij zo'n burgerpanel of gesprek. De crux zit natuurlijk uiteindelijk ook in de keuzes die gemaakt moeten worden. Dat merkt net ook even het Tweede Kamerlid van de VVD zegt, ja, het is urgent, maar we moeten het draagvlak niet vergeten. Ik kan me ook voorstellen, mensen zeggen, natuur is hartstikke belangrijk, maar ik wil ook met het vliegtuig kunnen. Ik bedoel, is het ook in die breedte besproken, wat we er eventueel voor moeten laten en doen om uiteindelijk die biodiversiteitscrisis te keren? In de zin van dat gedrag zal moeten veranderen. En dat is professioneel gedrag. Als een gemeentelijk plantsoenbeheerder ecologisch beheer gaat doen, dan is het beeld, het wordt duurder. Quod non. Je hebt ook beelden daarover. Het algemene beeld is trouwens in dit land, natuur kost veel geld, het kilt banen en het kilt economie. Ja. En wij hebben heel veel voorbeelden in ons advies dat het juist het tegendeel het geval is. Het creëert banen. En ook daar hebben we met Ignaz Schops vele voorbeelden ook internationaal van gezien. En mensen hebben heel veel voordelen die je anders moet gaan regelen. Kustverdediging met de zandmotor heeft heel veel natuur opgeleverd. Ja. Anders zouden we daar dure asfaltdijken hebben moeten leggen. Dus ik denk dat het ook een ander mindframe is om daarnaar te kijken. Het is eigenlijk eerder een kwestie maken van slimme keuzes. Maak slimme keuzes. En combineer keuzes. Dat is eigenlijk een ander element. Als we toch Nederland gaan verbouwen met woningbouw, met nieuwe energiesystemen. Wat zou het toch niet fantastisch zijn als langs alle energieleidingen in dit land een bloemrijke ondergrond mogelijk is. Het zijn altijd bebouwingsvrije stroken. Toch als je dan zo zit te praten, dan bekruipt mij ook wel weer het gevoel dat ik denk van
Maar het kan nooit en, zeg maar. Ergens om dingen te veranderen, ja, ergens zit er ook een keer pijn. Zeker, de pijn zit in dat het geen free lunch is. Hè. Dus nee. Er moet ook serieus geld voor komen. Daarom waren we ook zo blij met die grote fondsen die het huidige kabinet heeft. Een iets kleiner fonds sinds vandaag? Misschien iets kleiner, maar in ieder geval toch een hoeveelheid miljarden die ik in mijn ambtelijk bestaan in deze wereld nog nooit bij elkaar heb gezien. Wij zeggen ook, de prikkels zullen anders moeten zijn. Natuur is niet gratis. En als je natuur vernietigt, zou dat eigenlijk een boete op moeten zitten in de prijs. In plaats van nu vaak subsidies om vernietiging mogelijk te maken. We hebben ook de bankenwereld. Hè, dat sprak de minister bijvoorbeeld heel erg aan. De banken kijken daar ook naar. Ja. Is dat nog oké? Dat wij, laat maar zeggen, investeringen financieren die natuur vernietigen. Ja. Dus er zit ook pijn, natuurlijk. Ja. En wat precies op dat punt is natuurlijk ook best wel wat discussie ook over de keuze die nu politiek worden gemaakt. Zeg van ja, de mensen die vervuilen, die krijgen geld om te veranderen in plaats van dat de vervuiler betaalt. Ja. En dat is natuurlijk ook een zoektocht, maar het heeft ook te maken denk ik, met zo'n opmerking van zo'n Kamerlid die zegt van ja, we moeten ook draagvlak behouden. Want als we te streng zijn, dan gaat de kont tegen de krip. Zeker. En wij hebben dus nogmaals in een brede onder de bevolking die ook kiezers zijn heel veel draagvlak gevonden. Ik ben altijd ambtelijk opgevoed. Je hebt ministers die zeggen ik ga draagvlak creëren. Okay. En er zijn er die wachten tot het draagvlak er is. Nou ja, wij als raad denk ik dat wij meer een aantal adviezen geven wat niet vanzelf zal gaan. Nee. Waar je ook draagvlak moet creëren. Maar wij denken de voedingsbodems en de vele voorbeelden. Ja. Als 40 gemeenten iets kunnen doen aan ecologisch groenbeheer, dan kunnen eigenlijk 350 gemeentes dat. En dat moet eigenlijk niet vrijblijvend zijn, want het staat er echt slecht voor met natuur. Dus de vrijblijvendheid, dat alleen de koplopers en daar stoppen we dan, dat moet er eigenlijk vanaf. Dan toch uit nieuwsgierigheid, als die mogelijkheden er nu al zijn, als die voorbeelden er al zijn, en jullie noemen er een paar, we laten het straks ook een paar zien, waarom gebeurt het dan niet gewoon sowieso al? Waarom is het nodig om zo duidelijk nog een keer aan de bel te trekken? Omdat de prikkels laat me zeggen, ook de borging. Wij hebben ook sectoren gezegd die zeggen, maak zo'n groennorm, maar geef daar een wettelijke basis aan. Want dan krijgt het ook in de discussie met andere normen, krijgt het hardheid. Ja. Dus je zult ook die borging moeten zorgen dat ook dat het niet alleen bij de goedwillenden gebeurt, maar dat het ook verder gaat. En dat wil je in de Nederlandse manier met veel overtuiging, met geld. Met een kennisnetwerk vinden we ook heel belangrijk. Organiseer ook de praktijkkennis. Maar uiteindelijk gaat het er ook om of je het juridisch borgt. Ja. Er is één woord wat je echt moet kennen als je het rapport leest. En dat is namelijk gebiedsspecifieke basiskwaliteit. Dat komt meerdere keren terug. Ja. Wat is dat? Nou, dat is het idee dat we ervan af moeten dat we natuur opbergen achter de hekken van de natuurreservaten en dat de rest een soort beton mag zijn met kraaien en ratten. Oké. Dat gaat de natuur het heel niet mee redden. Heel kort samengevat. Ja. En of dat urbaan en ruraal is dan eigenlijk niet anders. Nee. Je kunt niet paradijselijke plantsoenen maken en de rest van de stad is dan eigenlijk een woestijn. Ja. Dus wij zeggen, natuur kan je alleen redden als je dat overal doet. Bovendien de functies die natuur vervult kan. Die kunnen ook niet vervuld worden door alleen de natuur in de reservaten. En mensen willen natuur graag dichtbij hebben voor hun gezondheid en hun welzijn. Nou, dat opgeteld, je zult het dus overal moeten gaan doen. En wat ga je dan doen? Zorg dat je de streekeigen natuur, die bij een goede milieucondities, bij een goede inrichtingssituatie en bij een redelijk beheer vanzelf ontstaat. En dat is in het ene geval zijn dat kieviten. In het Amsterdamse urbane zullen dat gaan om gierzwaluwen. Dat zal dus gedifferentieerd zijn. Maar zorg dat je met elkaar, en daar kunnen landelijke kennisinstellingen en ook een monitoringinstituut kan daarbij helpen, een basiskwaliteit definieert. Neemt dat vervolgens op in je instrumenten van de nieuwe wet op de leefomgeving. Ja, dus even heel praktisch, dat betekent dat je eigenlijk voor alle gebieden in Nederland zeg je van, we moeten hier die basiskwaliteit met elkaar definiëren. En dat is inderdaad in het ene gebied anders dan het ander. Ja. Maar dat het toevallig midden in een stad is, betekent niet dat je het niet moet definiëren. Nee. Dan hoort het gewoon bij en dan ga je het ook inderdaad in samenhang zien met alles wat er omheen zit. Ja. Ja. In hoeverre is het een papieren exercitie dat we de komende 25 jaar bezig zijn met het definiëren van gebiedsspecifieke basiskwaliteit en terwijl ondertussen de biodiversiteit afneemt? Nou, het is in die zin papier. Er zijn al een aantal gemeentes die pilot zijn geweest samen met vogelbescherming. Er is een netwerk, Deltaplan Biodiversiteit, die ook met een heel groot aantal partners hier al mee aan de slag is. Dus we kunnen ook de voorbeelden laten zien waar complete gemeentes al eigenlijk werken met zo'n natuurbasiskwaliteit. Ja. Dus het is niet iets wat we vanaf nu allemaal nieuw moeten gaan uitvinden. Nee, het is relatief eenvoudig.
Nou ja, relatief eenvoudig. We werken wel weer op tegen die beelden van, ja, maar dat gaat ons geld kosten, dat gaat ons banen, economie. Dus die mindset, daar moet je vooral, denk ik, van laten zien dat dat niet het geval hoeft te zijn. Ja. Nou, we gaan kijken of we vanmiddag ook die mindset dan kunnen bespreken. Ja. Nu heb je een plaatje voor liggen. En dat is volgens mij, we zien het ook, volgens mij de mensen thuis zien het nu ook. Dit is eigenlijk het hele rapport heel kort samengevat, volgens mij. Want kan anders even één keer doorheen lopen van wat we hier zien. Nou ja, één is verbreed die focus. Nou ja, eigenlijk de titel, daar hebben we het over gehad. Natuur zal overal een zekere kwaliteit moeten hebben. En voor iedereen. Ja. Dus niet alleen reservaten. Dan zeggen wij, dat gaat niet lukken met alleen een sectorale aanpak. Ga ook bondgenoten zoeken, waterbeleid. Bekend voorbeeld in Nederland, Delta Veiligheid, is een enorme goede coalitie met natuur geweest. Waarom kan dat ook niet met woningbouw? Waarom kan dat ook niet met energie? Dus je zult daar die verbinding met die andere maatschappelijke opgaven moeten zoeken. Daar is ook geld voor, daar is ook het moment voor. Nou, dan ga zorgen dat die prikkels in de economie... He, die banken, dat voorbeeld waar we het over hadden, dat, laat maar zeggen, slecht gedrag voor natuur, dat niet meer lonend is. En omgekeerd, ga als iemand natuurdiensten levert, zorg dat ook beloond wordt, dat daarvoor betaald wordt. Dus bijvoorbeeld de discussie die we met boeren voeren. Ja. 5% van de boeren krijgt nu geld om natuurwaarde te produceren. Ja. Waarom eigenlijk niet veel breder? Ja. En misschien niet allemaal op hetzelfde niveau, maar wel, laat maar zeggen, die mogelijkheden ook belonen. En dan tenslotte, zorg voor een goede uitvoering. En dan zeggen wij, dan heb je een aantal landelijke zaken nodig. Afspraken misschien met de bouw in Nederland, met sectoren. Mm-hmm. Maar heel veel dingen moeten in de regio dan uiteindelijk gebeuren. En daar zien wij dat het aan schort. Dat is overigens een analyse, die hebben we in een ander advies over de ruimtelijke ordening en bij de landbouw ook gedaan. Dus dat is unisono. Zorg voor een effectieve, doelgerichte samenwerking tussen alle actoren in de regio's. Die 50 regio's die we hebben in dit land. Kijk. En als je die 4 punten doorloopt... Dan denken wij dat het allemaal te doen is. Ja, nu is het aangeboden ook aan de minister. Yes. Aan één minister, volgens mij. Nee, we hebben nog... Ik zag op een foto één minister. Zeker. Christiane van der Wal. Lijfelijk, als je de agenda's, als je ze alle 4 of 5... Nee, dus we hebben geadresseerd aan nog 2 andere ministers. Ja. En we sturen ook altijd afschriften breed. Dus ja, voor hetzelfde geld hadden we dat ook aan Hugo de Jonge kunnen aanbieden. Ja. Omdat een van de, denk ik, ambitieuze nieuwe dingen is... om veel meer werk te maken van natuur in de bebouwde omgeving en de koppeling aan de woningbouw. Ja. Maar wij hebben er vertrouwen in dat, en wij zorgen daar ook voor dat zijn weg ook vindt naar die andere stakeholders en naar die andere departementen. Ja, duidelijk. Ik krijg ondertussen ook nog vragen binnen, dat check ik even. Ik zag net één over de kiezer. Kunnen jullie AOB de gemeente Haarlemmermeer benaderen? Want hier leeft een onrecht idee dat gemeente fauna arm is. Ze houden geen rekening met fauna. Dus er is gelijk iemand die anoniem trouwens dit instuurt. Maar je ziet ook inderdaad dat wel overal die gesprekken... We merken ook in de filmpjes, het zijn belangenorganisaties, bewegingen... vanuit boerenorganisaties, vanuit bedrijfsleven. Dus je ziet daarin ook wel dat het ook breder wordt omarmd. Ja. En dus onder andere, we hebben straks heel gesprek met verschillende mensen vanuit bedrijfsleven, daar ook wel dat bewustzijn groeit van die noodzaken om die biodiversiteit te ondersteunen. Ja, maar ook bijvoorbeeld, hebben we nog niet genoemd, de gezondheidszorg. Ja. Er zijn heel veel initiatieven in het land om, laten we zeggen, preventie, gezond blijven, maar ook therapie. Mensen die in de stress zitten of een burn-out, om via natuurwandelingen daar wat aan te doen. En daar zie je dus ook de gesprekken met de verzekeraars al gaande zijn... of dat niet veel meer structureel ingebed kan worden... in het preventiebeleid van VWS. Ja. Dus ja, maar de kunst is, denk ik, over de hele linie... van alles wat wij adviseren... kunnen wij wel een paar goede voorbeelden vinden. Maar de urgentie is zo groot... dit moet eigenlijk mainstream worden. Dit moet eigenlijk de hoofdlijn van beleid worden. Ja. En niet alleen maar een paar koplopers. Ja. Nu, ook even over dat eigenlijk de basis van het beleid vormen. Kijk, nu zitten we vanmiddag hier met elkaar te praten over dit rapport. Bij wijze van spreken gistermiddag hier misschien ook wel een webinar geweest of een bijeenkomst geweest. Ging het over de woningbouwopgave. Het belangrijkste van dit moment. Morgen waarschijnlijk arbeidsmarkt. He, er is niks belangrijker dan op dit moment dat we zorgen dat die arbeidsmarkt... Overmorgen, dan zitten we op zaterdag volgens mij ondertussen, maar dan gaat het over veiligheid. He, dus er zijn natuurlijk nu zeker met wat er in de Oekraïne gebeurt, zeggen mensen ja... Een aantal van dit soort prioriteiten moeten misschien toch wat minder prioritair worden, want het gaat nu weer echt over veiligheid. We moeten gaan investeren in defensie. In hoeverre zijn we gewoon niet al die dingen na elkaar aan het schakelen en zegt iedereen dit is het belangrijkste? Ja, op het hele abstractieniveau tussen defensie en leefomgeving, daar gaan wij niet over. Daar vind ik persoonlijk wat van, maar dat is niet interessant.
Wat wij proberen is die dingen die, waar je werk met werk kunt maken, zeg ik dan maar even met een ouderwetse landbouwterm, vooral in de regio, schakel die nou samen. Want we horen ook heel veel ondernemers en burgers zeggen, jullie komen maand X komen jullie langs voor het energieplan, ja, maand Y voor het stikstofplan, dan voor het waterplan. Kom nou aan één tafel zitten, ook met je budgetten en laten we hier een doelmatige aanpak voor de hele regio kiezen. Tot zover één overheid. Ja, ja. Ja. En dat gaat niet vanzelf. Merken wij ook, want het idee is van alleen ga je sneller is toch ook wel dominant. Alleen wij zeggen samen kom je verder. En dat is eigenlijk toch de essentie van onze boodschap. Ja, duidelijk. Nou, dus, en dat gaan we straks ook. We hebben straks een wat meer bestuurlijke tafel. Gaan we ook eens kijken of dat lukt om dat ook echt bij elkaar te krijgen. En daar die gedeelde verantwoordelijkheid in te vinden. Toch nog heel even over het tot stand komen van zo'n advies. Dat vind ik toch ook altijd leuk om even te vragen. Was dit, hoe moet ik dat zeggen, appeltje-eitje in de zin... Waren het heel snel met elkaar eens, dit schrijven we zo op? Of heeft dat ook nog tot fundamentele discussie geleid? Nou, ik denk toch de sprong van dat het niet alleen gaat om de habitat- en vogelrichtlijngebieden en de beschermde gebieden, maar dat we echt de sprong, die andere benadering, dat heeft ook tot in de raad zelf toch één of twee keer tot een behoorlijk pittig debat, tot we dachten, ja, dit is eigenlijk toch wel een sluitend betoog. Dat, en ja, daarmee ook, laat me zeggen, het punt van zoek nou echt die verbinding met die andere sectoren. Wij hebben natuurlijk het voorrecht als raad dat we ook over die andere sectoren soms adviezen mogen maken. Ja. Dus wij vonden het ook wel onze unieke positie om daar nou juist ook onze focus op te richten. Er zijn ongelooflijk veel rapporten over wat er slecht gaat met natuur. Dus ja, dat is zo en dat hebben we ook niet overgedaan. De analyse van de oorzaken wisten we ook eigenlijk al heel lang wat er aan de hand is. U heeft het net in een van de filmpjes gezien. Ja. Het gaat vooral om hoe komen we uit deze padstelling. En daar is dus een andere mindset, een andere benadering. Natuur voor iedereen en overal. Ja, en vanuit die redenering, en we zijn nu ook met de Europese raden bezig om te kijken of we ook zo'n redenering niet in een gezamenlijk Europees advies ook zelfs kunnen formuleren. Kijk, helemaal goed. We gaan dat straks eens bespreken aan tafel en kijken of we inderdaad dus die mindset kunnen vinden. Ja. U komt in ieder geval zo meteen weer in de volgende tafel terug. Maar voor nu in ieder geval bedankt voor deze aftrap. We gaan kijken naar een voorbeeld. Want dat is natuurlijk altijd leuk om toch even te kijken wat voor voorbeelden zijn. Bernice Kamphuis, Stichting Struikroven, gaat ons iets meer vertellen over hoe zij dit aanpakt. Wat ik zo mooi vind aan het advies van de Raad is de verbreding en de focus op alle natuur. Dus ook de natuur in onze stadswijken. Ik ben van Struikrover en Struikrover is begonnen in mijn eigen buurt. Alles om mij heen werd gesloopt en ook de voor- en achtertuinen. Ik kwam in actie en heb het groen kunnen hergebruiken voor het vergroenen van mijn eigen tuin en de tuinen van mijn buren. Struikrover is in een aantal jaren uitgegroeid van bewonersinitiatief naar een maatschappelijke organisatie, waarbij wij inmiddels in opdracht struikroven van verschillende bouwbedrijven zoals Heijmans en Bamwonen, maar ook voor verschillende woningcorporaties zoals Portaal en IJmeren. Struikroven is een sociale en circulaire innovatie. Wij bieden een oplossing op gebiedsniveau voor het behouden en het redden van de waardevolle stadsnatuur die wij ook allemaal nodig hebben. Een gestruikroofde plant is een gratis plant waarmee we wel die gezonde leefomgeving voor iedereen mogelijk kunnen maken. Inmiddels zijn we actief in 40 gemeentes verspreid over 8 provincies. En wij zijn een beweging van onderop om zo zorg te dragen dat het redden van groen door de omgeving de norm wordt in hun regio. Wij ervaren ook belemmeringen. Want heel vaak worden we niet of veel te laat op de hoogte gebracht dat er groen moet wijken. Want wij mobiliseren met gemak wel 200 bewoners om samen op pad te gaan om dat groen te redden. Dus wat wij heel erg nodig hebben is dat wij op tijd en sowieso worden benaderd als er groen moet wijken voor de sloop. Onze belangrijkste oproep aan de bouwsector is: implementeer struikroven in jullie processen. En last but not least, het Rijk, maak het verplicht dat de omgeving de kans moet krijgen om het bestaande groen te struikroven. Kijk. Door middel van struikroven een bijdrage leveren. We gaan het met elkaar over hebben, over wat je inderdaad ook echt kan doen. En er zijn verschillende initiatieven, zoals er net al door André van der Zanden werd gezegd. Ik heb een paar mensen hier aan tafel weer erbij gekregen. Alex Datema, van harte welkom. Boer en Natuur. Wat is dat, Boer en Natuur? Nou, Boer en Natuur is eigenlijk de landelijke koepelorganisatie van de 10.000 boeren die op een of andere manier op hun bedrijf iets aan natuurbeheer doen. Iets aan natuurbeheer?
Ja, dat is heel breed. Dat kan zijn van weidevogelbeheer, natuurlijk het bekendste, hè, de grutto. Ja. Maar ook landschapsonderhoud is, hoort daarbij. Kijk, helemaal goed. Daarnaast Daan Helming, steden, groene netten. Groene Netten, wat is dat? Groene Netten is een samenwerksverband van de 8 infrabeheerders in Nederland. Dat zijn de grote netbeheerders, TenneT, ProRail, Rijkswaterstaat. En samen hebben wij een areaal groter dan de Veluwe dat we beheren. En we zijn aan het kijken hoe we dat kunnen inzetten voor bio-CCSL. Oké, okay. Dat moet ik toch altijd even checken. Want ik zei net al tegen André van Zoon van zo'n middag organiseren. En dan is dit even het belangrijkste op aarde, deze middag. Dus iedereen die hier komt, vindt dit waarschijnlijk ook belangrijk. Jouw werkplek, is dat dicht in de buurt van de Raad van Bestuur? Of moet ik in de buurt van de cv-ketel zoeken? Waar ongeveer zit je in de organisatie? Nee, bij strategie, dus dat zit dicht tegen de Raad van Bestuur. Het wordt ook echt belangrijk gevonden? Absoluut, ja. Oké, okay, duidelijk. Ja. Gaan we even naar de andere kant, onderdwars. Ballers Nederland. Ja. Ja, we hoorden al, struikroven moet eigenlijk meegenomen worden in de bouw. Dit is eigenlijk, moet het gewoon in het denken van de bouw zitten, eigenlijk deze aanpak van de biodiversiteitscrisis. Is dat zo al? Nou, dat is niet zo. Oh. Nee, helaas niet. Wij doen het wel in projecten. Ja. Dus wij hebben het onlangs in Cartesius driehoek bijvoorbeeld in Utrecht toegepast. Ja. Daar hebben we een paar duizend struiken geroofd, maar ook bomen. Het heeft veel meer componenten dan alleen de natuur meer redden. Het maakt ook verbinding met de natuur vanuit de bewoners, maar ook vanuit de medewerkers die bij ons werken. Dus het is eigenlijk meer een sociale beweging aan het worden. Maar de hele natuur inclusief bouwen is gewoon zeer slecht georganiseerd op dit moment. En de wet en regelgeving, daarom zijn wij denk ik ook erg blij met dit rapport, om daar echt een aanjager voor te zijn. Oké, okay. Daar gaan we zo over hebben ook inderdaad. In hoeverre je dan inderdaad ook echt blij bent met zo'n rapport en of dat dan ook echt ergens ligt. Als laatste nog aan tafel, Karin Sluis, raadslid. We zagen je net al heel even op de foto voorbij komen natuurlijk. Raadslid bij RLI. We hebben natuurlijk het bedrijfsleven nu hier aan tafel. Zit daar een sleutel? Ja, dat denk ik wel. Ja. Uiteindelijk moet het natuurlijk buiten gebeuren. Hè? Die hele omschakeling naar beton overal en dan naar natuur overal. En daar speelt het bedrijfsleven uiteindelijk een heel belangrijke rol bij in de uitvoering. Maar niet als enige, en daar gaan we het vast ook nog over hebben. Zeker, ja. Er moeten ook nog mensen daar kunnen wonen, willen wonen. Je wil ook nog graag gewoon producten van de boer kunnen kopen. Laten we daar eerst even kijken. Alex Laatsma, je vertelde al even, dus dat zijn jullie verenigen boeren die op een of andere manier bezig zijn met, hoe noem je dat nou mooi? Agrarisch natuurbeheer. Dus agrarisch natuurbeheer. Dat is de officiële term, maar dat gaat eigenlijk om boeren die toch kijken dat ze op hun bedrijf, zeg maar, naast de landbouwproductie ook een bijdrage kunnen leveren aan het landschap en aan de natuur die daar hoort. Is dat niet gewoon een vanzelfsprekendheid? Ik dacht dat boeren dat altijd deden. Nou, wij werken als boer natuurlijk altijd met de natuur. Ja. Maar we hebben eigenlijk, ik zeg altijd letterlijk dat ik op school geleerd heb om de natuur op mijn bedrijf zoveel mogelijk uit te sluiten. Want ik probeer de processen te beheersen en te beheren. En dat is iets anders dan werken met de natuur. En dat is een beetje het beleid geweest van de afgelopen 40, 50 jaar om de landbouw zo in te richten dat je probeert de natuurlijke processen uit te sluiten. En wij moeten nu de beweging maken naar proberen de natuur juist weer meer in de bedrijfsvoering toe te laten. En waarom moeten jullie dat? Ah, dat is volgens mij voor de landbouw van groot belang, hè? Want het huidige landbouwsysteem wat we nu hebben, dat is in mijn ogen niet volhoudbaar. Hè? Dat kunnen we niet nog 100 jaar volhouden. En dat hebben we wel nodig, want we moeten over 100 jaar ook nog eten. Dus je moet een landbouw toch even zeggen, dan moet ik altijd, zodra zoiets wordt gesteld, moet ik dat toch altijd even checken. Waarom zouden we het niet vol kunnen houden? Waar merk je dat aan? Nou, kijk maar naar de discussies die we hebben over klimaat en stikstof en biodiversiteit. Dat zijn allemaal thema's waar wij als landbouw, wij beheren 60% van Nederland, een enorme impact op hebben. Mm-hmm. En die laten mij zien, zeg maar, dat de huidige manier van boeren, die doet te veel schade aan natuur en milieu en omgeving. Dus dat zullen we anders moeten doen. Ja. En dat is in mijn beleving dichter bij de natuurboeren. En wij noemen dat zelf ook vaak natuurinclusieve landbouw. Ja. Om een beetje een beeld te krijgen van de omvang van de groep die daarmee bezig is. Hoeveel procent hebben we het dan over? Die waarvan je echt zegt, nou die hebben dat al echt helemaal in hart en nieren, die brengen dat in praktijk? Nou, helemaal in hart en nieren is een groot woord, maar er zijn 11.000 boeren mee bezig. En we hebben nog 50.000 boeren in Nederland, okay. Dus dat is 20%. Ja. Boeren die daar echt al hele grote stappen in gezet hebben, zeg maar, die hun hele bedrijfsvoering aangepast hebben, dan zit je denk ik op 5-6% misschien. Ja, precies. Dus dat is nog weinig. Dat is nog weinig, maar er zijn te weinig? Ja, dat is te weinig, maar er zijn best meer boeren geïnteresseerd om die stappen te zetten. Maar je moet ook de mogelijkheden hebben. Hè. En het agrarisch natuurbeheer wordt ondersteund door de overheid met geld. Maar het geld is op in die zin. Hè. Dus de boeren die nu meedoen, kunnen meedoen. Maar er is, als er meer geld zou zijn, zouden er al meer boeren meedoen. Ja, want daar komt het dus vaak ook natuurlijk om neer. Je kan een grote maatschappelijke doelstelling hebben, maar je moet ook 's avonds gewoon eten hebben. En daar kan spanning tussen zitten.
Nou, daar zit volgens mij heel vaak spanning tussen. En het hangt een beetje op wat voor termijn of je dat bekijkt. Ik denk dat in de situatie waarin de landbouw nu zit, zeg maar, dan komen er zoveel op de landbouw af dat je wel ondersteuning vanuit de maatschappij en de overheid nodig hebt om de nodige stappen te zetten. Dus ook gewoon financiële steun. Terwijl ik hoop dat we op lange termijn een landbouw in de benen kunnen houden die eigenlijk, ja, waar het naast voedselproductie eigenlijk normaal is dat de natuur daarop meelift. Ja. Ik ben wel benieuwd, je hebt dit rapport denk ik ook gelezen en in ieder geval ook net er ook over gehoord. Waar was je nou echt heel blij mee dat erin stond? Nee, je dacht van eindelijk. Nou, eigenlijk twee dingen. A, dat het geconcludeerd wordt dat als we landschap en biodiversiteit in Nederland willen herstellen, dat je dat niet in een paar gebieden kunt doen, maar dat je dat in heel Nederland moet doen, maar wel in de context. Hè, dat je in een dorp en in een stad andere dingen moet doen als op het platteland en weer andere dingen dan in een natuurgebied, maar dat je overal iets moet doen. En de tweede waar ik heel blij mee ben en waar ik wel twijfels aan heb of daar iets mee gebeurt, is dat er heel nadrukkelijk naar de overheid gekeken wordt van maar jullie moeten als overheid daar wel de leiding in nemen. Want in het veld staan al heel veel mensen klaar om stappen te zetten, maar als de overheid daar niet echt op gaat sturen, dan gebeurt er te weinig. Ja. Check ik even bij de anderen, want dit is vaak. Hè? Dan heb je een panel, zeker als de overheid niet aan tafel zit, moet meestal de overheid daarna gelijk iets gaan doen. Hoe zie jij dat? Het is altijd een gezamenlijke aanpak. Maar wat ik bijvoorbeeld zie is steeds meer gemeentes eisen ecologische inpassing van stations. Hoogspanningsstations onder andere die we bij steden aanleggen. Maar heel veel gemeentes ook nog niet. Als een gemeente het eist, dan gaan wij het doen. Dat is opdrachtgever. Als we het niet doen, dan missen we elke kans. We gaan duizenden tot tienduizenden assets de komende jaren neerzetten. Nou, dat is echt in die gebouwde omgeving een enorme kans als we dat natuurintensief doen. Ja, maar dan zeg je dat als niet dan de eis wordt gesteld door de gemeente, dan doen we het niet. Het is natuurlijk ook een financieel plaatje uiteindelijk. Kijk, als wij een hoogspanningsstation ecologisch gaan inpassen, dan moeten we een ecologisch bureau inhuren. Die welwillendheid is er ook. En operationeel zijn natuurlijk ook altijd richtlijnen die moeten worden aangepast. Ik check even bij Onno, hoe is dat bij jullie? Is het zo inderdaad, als de eis niet wordt gesteld, doen we het niet? Nee, absoluut niet. Wij doen het gewoon zelf. En ik vind dat het ons morele plicht is als elke persoon die onderdeel uitmaakt van de maatschappij, waar biodiversiteit gewoon onderdeel van is, dat je alles in je kunnen moet doen om het eigenlijk te helpen, te herstellen en in te passen. De crux zit het woord in je kunnen. Want dan zegt ze, maar het komt financieel niet uit, dus dan is het niet in ons kunnen. Wil ik dat voorbeeld dan geven vanuit ons. Wat wij hebben gedaan vanuit Ballers Nederland Development. We hebben ons eigen bouwbesluit herschreven. Dus we hebben wet en regelgeving van de overheid waarin dit onderwerp helemaal niet aan bod komt. We hebben dat wel opgenomen in onze eigen minimumnormen. Wij zijn een petitie gestart als ontwikkelbedrijf om natuurinclusief bouwen in de wet te krijgen. Maar ook met de petitie een mandaat eigenlijk te creëren vanuit de maatschappij, ondersteuning te krijgen van andere ontwikkelaars, bouwers, natuurvereniging, architectenbureaus, kwekerijen, allerlei partijen die hebben zich aangesloten om te zeggen, jongens, wij vinden het heel belangrijk, overheid, help ons. Wij doen het al, maar wij zien, dat is een beetje het effect. Je kan een paar koplopers hebben, ook zoals van buiten boer en natuur. Er zijn een paar koplopers die laten zien dat het kan. En ik denk ook op het moment dat het speelveld gelijk wordt voor iedereen, dat het ook voor die koplopers makkelijker gaat worden om de volgende stap te maken. Want koplopers hebben de eigenschap dat ze koploper willen blijven. Dus op het moment dat wat nu die 5-6% als koploper doet, als dat de norm wordt, gaat het vanzelf doorschuiven. En wij wachten dus niet op de overheid. Wij doen Berkelbos, werd net indirect als voorbeeld, is ontwikkeling in Eindhoven, hebben we samen met Vogelbescherming gedaan. Hebben wij gewoon hetgeen gedaan wat moest gebeuren. En toen wij achterkwamen wat dat de implicatie was, wat dat ons kostte, maar wat dat ook betekende voor de buurt. We hebben dit weekend een vogelsafari gehouden, de Big Five te spotten. Ja. Zie je dat er ook een enorme commerciële waarde is. En soms moet je als bedrijf het diepe induiken omwille van eigenlijk een maatschappelijk belang. En ik zie toch steeds een beetje schuin kijken naar Daan. Omdat hij zegt van ik moet die eisen. Dus dan ben ik toch gewoon Ik leg hem even naar de energietransitie. Hè. Dat is een enorme bouwopgave. Hè. Maar als ik ook even kijk naar wat we met groene netten doen. Ja. De ecologische hoofdinfrastructuur. Waarbij we eigenlijk zeggen, onze infrastructuur loopt de heel Nederland. Daar liggen kansen. Ecologisch beheer zijn we aan het toepassen. Hè. Dus op die manier kijken we er ook naar. Dus het is niet alleen een financieel plaatje, maar het is en. Ja. Ik denk dat de impact groter zal zijn. Hè. Er zitten ook onderhoudskosten natuurlijk aan vast. Ja, maar die het verschil in houding is toch even, check ik toch even, onder zijn eerste reactie zegt, we zijn het moreel verplicht om het sowieso te doen. Als het bouwbesluit nog niet goed is, dan gaan we het bouwbesluit herschrijven. Daar sluit ik me helemaal bij aan, maar ik moet wel een hele organisatie meekrijgen.
Daarom vroeg ik even waar je zit in de organisatie natuurlijk. Hè? Dat is even gezien. Nee, maar sterker nog, de bestuurders hebben commitment gegeven. Onze bestuurders, hè, dus van de netbeheerders, van onze organisatie, die hebben commitment gegeven om ons areaal maximaal in te zetten voor biodiversiteitsherstel. We zijn nu aan het kijken hoe kunnen we dat het beste doen. Ja. En alles wat kostenneutraal gaat, dat is een no-brainer. Dat gaan we sowieso doen. En we leggen zelf natuurlijk ook geld in, natuurlijk. Ja. Karin, toch even, hè? Want ik daarom zeg ik dit natuurlijk even een beetje wat bot tegenover elkaar. Maar dit is natuurlijk wel het lastige. Ik bedoel, uiteindelijk, je moet gewoon keuzes maken. En keuzes die zijn soms gewoon lastig te maken. Er zijn meerdere belangen die meespelen. Ik bedoel, je kan een fantastisch maatschappelijk doel hebben, maar als je daardoor morgen niet meer bestaat, omdat je financieel niet rondkrijgt, ja, dan kan ik wel door blijven duwen wat ik wil. Maar zeg ze, ja, toch in die end, ik moet wel ook gewoon mijn medewerkers kunnen betalen aan het eind van de maand. Dat is gewoon ook een dilemma in dit gesprek natuurlijk. Je hebt ook gewoon de boel draaiende te houden, terwijl je ook fundamentele keuzes moet maken. Ik dacht, dat kan ik nou goed aan iemand van de raad vragen. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Ja, dat herken ik natuurlijk, hè, dat spanningsveld dat ontstaat. En ik denk, wat je eigenlijk heel mooi hier aan tafel ziet, is je hebt dus aan de ene kant heb je voorlopers nodig. Hè, die kunnen laten zien, samen met kennisinstellingen, onderzoeksinstituten, wat er allemaal mogelijk is en ook daadwerkelijk dat realiseren. En aan de andere kant zul je ook om zeg maar, de grote groep mee te krijgen, ik denk dat Alex daar ook een heel mooi voorbeeld van gaf, zul je ook op een gegeven moment dingen moeten vastleggen in regelgeving. En sterker nog, om de laatste 20% van de mensen en partijen mee te krijgen, zul je ook nog zelfs moeten handhaven of dingen wel gebeuren. Ja. Dus dat spanningsveld herken ik enorm. Ja, en dan krijg je al snel natuurlijk, een beetje zoals Alex ook aangaf, dat je naar de overheid gaat kijken. We hebben gewoon, even heel flauw, we hebben gewoon financiële middelen nodig om die transitie te kunnen maken. Of om inderdaad soms die norm te kunnen stellen en te kunnen handhaven. Of soms ook tegen de samenleving kunnen zeggen, dit is niet leuk, maar we gaan het wel doen met elkaar. Zie je al wat reactie bij de overheid? Dan denk je, nou, we zitten op de goede koers. Ja, ik denk het wel. Om te beginnen de regelgeving. Hè. Ik denk het voorbeeld dat Onno gaf. Dat weet ik dan toevallig uit mijn eigen werkveld ook. Dat wordt echt breed gedragen, ook bij overheden. En ja, ik denk echt dat het een must is om met die enorme woningbouwopgave en alle renovatie van infrastructuur die we moeten doen, de aanleg van energienetten, et cetera, om dat bouwbesluit gewoon in brede zin geldend te maken. En ja, ik denk ook dat er een misvatting is dat het altijd duurder moet zijn. Ja. En want ik denk dat je daar ook op doelt. In heel veel gevallen hoeft natuurinclusief helemaal niet duurder te zijn. In nieuwbouwwijken kan je heel makkelijk eigenlijk kiezen voor meer groen, minder parkeerplaatsen. Een vierkante meter struiken en gras is echt goedkoper dan een vierkante meter parkeerplaatsen. Daarnaast denk ik dat je ook moet nadenken, oké, wat zijn dan de kosten nu en wat zijn de kosten in de toekomst? Je kunt wel zeggen van ja, we doen nu nog even niks, want we hebben nu het geld niet. Maar één ding is zeker, het probleem wordt alleen maar groter als we wachten. Ja. Dus ik denk ook op die manier redeneren, dat gaat ons helpen om toch de transitie vlot van start te krijgen. Okay. Ik kijk even trouwens, ik kreeg een vraag van Manja Ellenbroek binnen. Die ging over deels natuurlijk ook welke rol gemeenten kunnen hebben, maar zijn er ook ambtenaren, wethouders, raadsleden aanwezig bij deze lezing? Wat trouwens leuk is dat je het de lezing noemt. We proberen er een gesprek van te maken, maar die zijn er. In de volgende ronde ga je dat zien. Dan hebben we onder andere gedeputeerden en mensen vanuit waterschappen en gemeenten, dus dat komt zo meteen. Maar het leek ons leuk om dat even wat los van elkaar te halen. Het draagvlak, en dat zit hier natuurlijk ook in, hè? Dus de keuzes die je kan maken moet wel op draagvlak kunnen rekenen. En dat draagvlak, als je kijkt naar bijvoorbeeld bij woningbouwopgaven nu, er is natuurlijk enorme vraag naar woningen. Dus dan kan je op een gegeven moment ook krijgen, ja, hartstikke leuk dat we dit gaan doen, maar we hebben ook gewoon heel snel veel woningen nodig. En als dat af en toe botst met een biodiversiteitsdoelstelling, ja, dan is misschien toch op dit moment even de woning belangrijker. Als het gaat over voedselproductie, ik vind het belangrijk, ik vind het superbelangrijk dat het allemaal op een goede verantwoorde manier gebeurt. Maar belangrijker vind ik ook nog dat er gewoon eten is. Dat is een gesprek wat je ook met die samenleving moet voeren, want dat zijn wel jullie klanten, om het maar even zo te zeggen. Wordt dat al voldoende gedaan? Nou, ik weet niet zozeer eigenlijk. Wij hebben natuurlijk altijd de discussie op het moment dat wij tegen natuurgebieden aankomen. Dan hebben we natuurlijk enorm nu te maken met de stikstofproblematiek. Zeker. Waar we ook in de woningbouw mee te maken hebben. Dat nekt ons in de woningbouw echt enorm op dit moment. Heeft heel veel impact. En je zou dus ook kunnen zeggen, even dan vanuit een nieuwe frame, de stikstof nekt de natuur.
Zeker. Dat nekt het al. Dus dat is 100% waar. Daar worden nu maatregelen op genomen om te kijken hoe we dat kunnen oplossen. Maar ik denk natuurinclusief bouwen, serieus oprecht. Misschien ben ik er wat witter in. Het is niet iets van en of. Het is ook niet iets van, als wij willen versnellen met de woningbouw, dan zit natuurinclusief bouwen ons in de weg. Als wij betaalbaar willen bouwen, zit natuurinclusief bouwen ons in de weg. Waarom doen wij dat? Waarom willen wij graag een koploper zijn? Wij leren op het moment dat wij hoge doelstellingen aan onszelf stellen, leren wij om te gaan met de nieuwe waarheid. Mm-hmm. De nieuwe waarheid is dat natuurinclusief bouwen moet. Ja, er zijn maatregelen die kosten veel meer geld. Maar er zijn ook dingen die we kunnen laten, die bijdragen aan een natuurinclusieve omgeving, die ons geld oplevert. Mm-hmm. Zo hebben wij leefstraten nu gemaakt. Dat zijn straten waarin de profielen zijn gericht op natuur tussen de woningen. In plaats van het ouderwets heel veel bestraten. En ik kan vertellen, en dat wordt dan vaak zwart-wit gezien als ik dat als ontwikkelaar vertel. Maar we verdienen aan deze straten om een natuurinclusief te bouwen. Ja. Als je het vergelijkt met het oude referentie. Het is ook het met elkaar trainen. Hoe kunnen wij juist deze opgave als een kans zien en hoe kunnen wij morgen al toepassen in alles wat wij doen? Want als we dat niet doen, dan kunnen we zeggen, dan hebben we de woningbouwdoelstellingen behaald. Maar we hebben de afgelopen weken, ja, we kunnen nu binnen zitten, gelukkig, want het was hartstikke droog de afgelopen tijd. Maar als wij de natuur niet serieus gaan nemen, dan kunnen we zo meteen niet hier leven. Dus het is niet, je kan niet kiezen. Je moet het even wel. Voor mijn nieuwsgierigheid, als we jou 2 jaar geleden hadden uitgenodigd, had je dan dit verhaal ook zo verteld? Of wanneer is dit? Initiatief nemen van manifest natuurinclusief bouwen. Die is meer dan 2 jaar oud. Ja. Dus ik had minimaal ditzelfde verhaal gezet. Okay, ja. Dus wij zetten ons er echt gewoon knijterhard van in. En ik moet zeggen, wij zijn geïnspireerd geraakt door NGO's. Zoals de Natuur en Milieu. Ja. Zoals de Vogelbescherming. Die eigenlijk het hebben omgedraaid. Willen jullie? Want dat is onze oproep altijd. Ja. Beste partijen, heb je goede ideeën? Moet er iets drastisch wijzigen? Wij zijn, ik noem het altijd, het vlees geworden beleidsorgaan van de overheid. Ja. Wij bouwen, wij creëren die leefomgeving. Ja. Wij kunnen laten zien wat er kan. En wij zien het niet als een bedreiging, als een kostenpost, maar wij zien het als een kans. En als je die insteek hebt, zien wij dat we het in elk project waar kunnen maken. Ja. Ik wil even 1 vraag, sorry, dan pak ik heel even Pieter Meijer. Die vraagt, heel mooi, bouwbesluit, natuurinclusief. Maar kan je ook inderdaad die natuurinclusieve omgeving bij die gebouwen? Neem je die dan ook gelijk helemaal mee? Ja, dat is bijvoorbeeld zo'n leefstraat. Precies. Maar dat zijn ook zorgen dat je in je gebiedsontwikkeling voldoende openbare ruimte hebt voor parken. Zoals de Cartesius driehoek waar we een wijk maken met 3000 woningen. Hebben we juist de infrastructuur eigenlijk ontvlecht rondom de woningen. Dus rond de 3000 woningen zit zometeen 1 straat. De rest is park of gebouw. Ja. Dus je kan gewoon de openbare ruimte anders inrichten. Maar het begint bij een goede vraag vooraf. En als je natuurlijk eens even bouwen meeneemt. Ja, ik denk dat het juist kansen biedt. Ja, dank. Daan, als je kijkt naar de netbeheerders, zeg maar. Ik bedoel, jullie hebben ook grote stukken. Hoeveel kilometer was het? Ik zag op de website staan. We hebben bijna 1000 vierkante kilometer. Er zit wel Rijkswaterstaat bij en ProRail en KPN. Dat we gezamenlijk beheren. Ja. Ja, dan zou je denken, van, nou, deze manier van denken past daar perfect bij. Ja, maar zeker als er nog wat rijksorganisaties bij zitten. Ja, nou, laat ik erop zeggen, die manier van denken, zo kijken we ook. Hè. Dus we werken met netraden samen om alle kansen in zicht te maken. Dat is een kansenkaart. Ja. Die hebben we voor Zuid-Holland bijvoorbeeld al inzichtelijk. Een kansenkaart, wat is dat? Ja, we brengen een kaart elke, aan de hand van habitattypes, aan soorten, alle informatie eigenlijk op ecologie die beschikbaar is. Die verwerken we in een kansenkaart en kijken op ons areaal, dus ook op bestaande locaties. Waar ligt nou kans om de natuur te versterken? Dat kan van grijs naar groen zijn, groen diverser maken, maar bijvoorbeeld ook ecologische hotspots in de buurt van natuurgebieden. Dus dat sluit denk ik heel mooi aan bij het advies dat er ligt. Ja, en Alex, je wilde trouwens net al heel even reageren, hoorde ik. Ja, ik denk dat die kansenkaart waar Daan het over heeft, dat die is voor ons natuurlijk ook van belang. Maar wij kunnen vanuit het agrarische, kunnen wij juist, als er zo'n kansenkaart ligt en er ligt een hele infrastructuur waar natuurvriendelijker oevers en randen aan worden, dan kunnen wij op aansluiten met ons werk. Hè? Want dat is ook wat wij doen namelijk. En dan kun je verbindingen maken in een groot landschap. Dus ik denk juist dat de samenwerking daarin, hè, wat ook in het rapport staat, dat wij gewoon gezamenlijk naar die kansenkaart moeten kijken. Hoe kunnen wij als landbouw dat dan nog versterken? Ja. Maar wat ik net eigenlijk wou zeggen, is toch wel dat
Wij praten altijd zo over als we iets voor natuur gaan doen, alsof we dat als maatschappij dan iets in moeten leveren en dat de natuur er dan baat bij heeft. En terwijl ik denk, ja, de natuur, daar hebben wij als maatschappij juist heel veel baat bij, dat we een goede natuur hebben. En dat wordt altijd tegenover elkaar gezet. Terwijl volgens mij er al zat bewijs is dat als je zorgt dat mensen een groenere en mooiere leefomgeving hebben, dat ze gezonder worden en minder in het ziekenhuis komen en veel minder gezondheidskosten hebben. Grappig, dus ik krijg net een opmerking van iemand binnen. Groen is beter voor de gezondheid, mentaal en fysiek, is aangetoond. Ja. Minder snel ziek met groen om je heen scheelt de maatschappij ook veel zorgkosten. Ja, dus even economisch gezien kost het geen geld, maar levert het geld op de lange termijn als we meer van natuur en dat soort dingen doen. Maar het is ook in ons eigen belang, hè, als burger. En dan raak ik even wat aan het begin gezegd werd, hè, wat André van der Sande volgens mij zei, je hebt politici die wachten op draagvlak en je hebt politici die gaan draagvlak creëren. Nou, als we dat laatste niet gaan doen, ja, dan gaat het heel lang duren. Maar je moet ook een beetje lef tonen. Hè. Je krijgt straks bestuurders aan tafel, begreep ik. Ik zou hun graag de vraag voorleggen. Hebben jullie het lef en gaan jullie draagvlak creëren voor wat hierin staat? Ja. Karin, wat nou altijd interessant is als je zo'n gesprek hebt, hè, zoals nu, hè, dat je eigenlijk denkt, van, nou, het gaat eigenlijk onwijs goed. Ik bedoel, we hebben hier gewoon een grote bouwer van Nederland die met een aantal andere partijen dit aan het doen is. We hebben de netbeheerders aan tafel, we hebben de agrarische sector. Nou ja, oké, het is dan niet 100%. Het is gewoon een kwestie van even wachten en dan komt het goed. Want dit klinkt allemaal fantastisch. Er is eigenlijk geen probleem. Jullie hadden een veel dunner rapport kunnen schrijven. Ja, dat denk ik niet. Nee, maar het is wel interessant, toch? Ik bedoel, dus altijd nodig je mensen uit. En denk, nou, zijn we net mee bezig? Of zijn we al een paar jaar mee bezig? Daar zit ik helemaal gelijk in. Hè. We hebben hier, volgens mij zei je er al iets over. We hebben hier natuurlijk toch, ik denk voorlopers. Hè, op verschillende gebieden. Landbouw, energie en in de bouw. Aan tafel zitten. En uit de transitieleer weet je natuurlijk dat je 20% koplopers hebt, 60% middenmoot en 20% hekkensluiters. Nou, hier zitten de 20% koplopers aan tafel, zo zie ik dat, met bewijs dat het kan. Okay. En ik denk de crux wordt, en dat vind ik een interessante vraag ook voor de volgende tafel, hoe gaat nou ook met regelgeving die 60% middenmoot in beweging worden gebracht? Ja. Ja, laten we dat eens doen. Laten we dan even inleven in jullie collega's die het nog niet helemaal doorhebben. En laten we dat dan, dat is alle vrijheid in de beslotenheid van deze setting. Dan, waar zit het probleem? Waar zit het bottleneck? Wie? Ja, de bottleneck zit hem in het feit dat eigenlijk als je kijkt naar de gebouwde omgeving, de opgave die wij hebben. We zitten vol in de energietransitie. Ja. We zitten vol in de verandering van de mobiliteit. De betaalbaarheidsdiscussie. We zitten vol op in klimaatadaptief bouwen. We zitten vol in de circulaire economie waar we verandering. We zitten eigenlijk in alle veranderingen komen samen in ons sector. Ja. En het heeft een kwestie mee te maken, kennis en prioriteit. Dus op het moment dat geen kennis of geen prioriteit aan wordt gegeven, wordt die kennis niet vergaat. En op het moment dat die kennis er niet is, dat is bij ons ook begonnen met een vogelbescherming bij de eerste projecten en van de een komt de ander. Maar we hebben dat gezien, wij waren een van de eerste grote ontwikkelaars die gasloos gingen bouwen. Mm-hmm. Zeiden, we doen niks meer met gas voor de nieuwbouw. Nee. En toen zei iedereen van, ja, dat kan nog niet, we zijn nog niet zo ver. Eigenlijk het is een kennisprobleem. Het is een kennis- en mentaliteitsprobleem. En om dat van dat gasloos bouwen even af te maken, toen stond het in de wet, zat iedereen te piepen, alle kranten stonden vol. Net zoals nu met de hybride warmtepomp. Een paar maanden later was het gewoon common sense. Iedereen deed het gewoon en was het probleem opgelost. En dat is hier eigenlijk ook het probleem. Niet iedereen heeft de intrinsieke motivatie en de kennis. En daardoor wordt het nog niet toegepast. En het helpt dan op het moment dat je een bezemwagen als het ware hebt. Zeg jongens, jullie moeten het ook gaan doen. Ja, dus als je motivatie niet intrinsiek is, dan gaan we hem extrinsiek maken, heet het dan volgens mij. Ja, precies. Ja. En daar, even bij jullie ook de vraag, waar zit nou, naar collega's kijken, wat was het, de andere 89% bij jullie? Ja, ik denk dat het voor een deel inderdaad zit op kennis. Maar ik zeg altijd zelf, als ik voor een zaal met boeren sta, de grootste transitie die je moet maken als boer, die zit in je hoofd. Die zit niet zozeer in de bedrijfsprocessen, want dan kun je, dat is allemaal techniek, dat is allemaal te leren, dat is kennis ophalen. Maar het gaat erom van op welke manier kijk je naar je bedrijf. Hè? Zie je bedrijf als losstaand van de rest, of zie je bedrijf echt als een onderdeel van de omgeving? En als je het echt ziet als een onderdeel van de omgeving, dan ga je op een andere manier kijken. Ja. En dan kom je tot andere keuzes. Want dan ga je nadenken over, maar wat betekent wat ik doe op mijn bedrijf voor het landschap? Wanneer viel bij jou het kwartje? Nou, dat viel denk ik letterlijk op het moment toen ik met een ecoloog door het grasland liep. En ik zei van, goh, wat ligt dit grasland er prachtig bij. En hij tot de conclusie was dat het een armoedige zooi was. Okay. Maar ik zag prachtig mooi gras, wat heel geschikt was om melk van te maken. En hij zag alleen maar gras en geen enkel bloem meer. En dat heeft mij op een andere manier naar mijn boerderij laten kijken. Ja, grappig. Dit past heel mooi bij een vraag van Pieter Meijer. Voor natuur inclusief is veel ecologische kennis nodig. Hoe zorgen we dat die beschikbaar is? Ja.
Ja, er is veel kennis nodig, maar dat gaat er vooral om hoe je die kennis op bedrijfsniveau kunt gebruiken. Hè? Want er is al heel veel kennis over hoe je dat, wat je zou kunnen doen. Maar ik zeg wel, en dan chargeer ik een beetje, maar dat ze in Wageningen heel veel bedenken. Maar dan gooien ze het met een hoge boog over de schutting. En dan moeten wij als landbouw maar kijken wat we ermee doen. Terwijl het juist gaat dat iedere facet in je bedrijf moet je het meenemen. Dus het is niet de kennis over dat specifiek, nou, dit gras is beter dan dat gras. Het gaat erom hoe beheer ik mijn grasland en wat betekent dat voor de gezondheid van mijn koeien. En wat betekent dat voor de mest die geproduceerd wordt. En dat juist samenbrengen van al die kennis, dat is de crux in de landbouw, dat we dat niet doen. Ik dacht eigenlijk dat we dat punt al hadden bereikt of zelfs gepasseerd, dat iedereen dit al wist. Nee, want wij zijn nog te veel bezig om al die kennis te gebruiken om meer te produceren. En we gebruiken te weinig die kennis om beter te produceren. Ja. Hoe is dat bij jullie dan? Er zit af en toe weerstand en dat is eigenlijk geen onwil. Maar als we al 20 jaar, 30 jaar een hoog hek om onze hoogstmanstation neerzetten, veiligheid voorop, leveren, dat is wat we doen. Dan heeft het toch een tijd nodig om die omslag te maken. Daarom voegen we het ook biodiversiteit toe aan onze strategie. Om die omslag te kunnen versnellen. Maar het is eigenlijk goed bedoeld. Hè? Veel collega's die hebben gewoon die veiligheid en operatie in hun hoofd. Dus het is echt een omslag in denken. Er hoort ook een stukje kennis bij. Ja. Natuurlijk, Karin, jij noemde net ook die normen en handhaven. Dat kan natuurlijk ook gewoon toch gewoon. Dat wil zeggen, nou luister heren, kijk ik toch maar even aan. Het is gewoon, je hebt gewoon nog maar één smaak. En dat is een natuurinclusieve smaak. En jullie krijgen gewoon geen opdrachten meer van de overheid op het moment dat je het niet doet. Je komt gewoon niet meer die winkel in, wat mij betreft, op het moment dat je het niet doet. Of de markt, weet ik wat. Hij moet er aansluiten. Maar... Precies. Jullie zijn helemaal klaar. Nee, ik bedoel, je kan natuurlijk ook op een gegeven moment, dat doe je toch meestal in het geval van een crisis, gewoon stevig ingrijpen. Ja. Ik denk dat je met drie systemen moet werken. Je moet mensen de voorlopers belonen. Hè, want die ontwikkelen de kennis en de manier waarop het goed kan. Dus je moet zorgen dat die mensen actief blijven en niet stil gaan staan. Dus je moet mensen die actief zijn belonen. Je moet denk ik, de grote groep die kun je meekrijgen. En dat levert denk ik meer op dan hele strakke regels. Is dat je, als mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om dingen te doen. Dan presteren ze meer dan dat ze gedwongen worden iets te doen. Want dan krijg je de 5,5's overal. Hè. Dus als je gedwongen wordt, dan ga je kijken. Nou, ik doe precies wat nodig is. Maar ik zet ook geen stap extra. Ja. Terwijl je volgens mij moet proberen om een hele grote groepen juist die wel die stap extra te laten zetten. Maar uiteindelijk heb je wel wet en regelgeving nodig om de laatste 20% die al een paar keer genoemd is hier, om die toch te dwingen stappen te zetten. Want die gaan het niet vanzelf doen. Ik denk dat we die wet en regelgeving nodig hebben om die 60% in beweging te krijgen, om heel eerlijk te zijn. En ik denk dat wat bij natuurinclusief bouwen is, om het kwetsbaar op te stellen, wij weten nog misschien 10% van de problematiek waar we mee te maken hebben. Ik denk dat we amper nog weten, natuurlijk dank voor het onderzoek wat is geschreven, maar op het moment dat wij praten met de vogelbescherming, wij praten met het natuur en milieu, en we zeggen wat is dan de effect, wat is het meetbare effect van deze maatregelen, en kunnen we daar getallen aan koppelen, om uiteindelijk tot een herstelprogramma van Nederland te komen bijvoorbeeld, weten we dat nog niet. Dus ik ben een groot voorstander van een soort sleepnet, als het ware, die zorgt dat we een basis krijgen, maar we zullen die koplopers inderdaad ook, wat jij zegt, blijven stimuleren om weer de grenzen te verleggen. En dat zullen koplopers dus blijven doen. Dus ik ben echt wel voorstander van dat er een aanscherping komt, maar we zijn er nog lang niet, ook niet als we dit actieplan implementeren. Dan nog zullen we door moeten gaan in onze ontwikkeling om het te herstellen. Want de biodiversiteit is met 70% afgenomen. Mussenpopulatie in Amsterdam met 90%. Dat hebben we niet alleen terug door vandaag alle acties te doen. We moeten blijven leren. Ja. Toch even op. Er komt ook een vraag over de urgentie. Sommige mensen doen anoniem, dat is leuk. Maar voor elke veranderde omslag is niet alleen kennis, maar ook een gevoel van urgentie nodig. Is misschien ook het probleem met de biodiversiteit dat, bijvoorbeeld als je zegt, zoveel mussen afgenomen. Ik denk, ik zag pas nog een mus. Dus het komt wel goed. En een grutto, ja, ik zou hem herkennen. Ik heb vroeger bij de Jeugd, Natuur en Vogelwacht gezeten. Maar ik vind het, ik word niet 's ochtends wakker met het idee van, oh jee, waar is de grutto? Ja. En dat heb ik misschien bij, als ik op een feestje zit, wel met iemand die een woning zoekt. Ja, maar als je in een mijn inloopt, als je vroeger mijnwerker was, en er zat geen kanarie in, die leefde. Nou ja, die werd meegenomen hoor, even voor zekerheid. Ja, voor zekerheid, die werd meegenomen, maar die overleefde daar niet. Nee. Dan ging je er niet lang blijven. Nee. Wat doen wij als mensen? Wij wonen in wijken waar echt elke vorm van de natuur uitgeslagen is. Ook die prachtige groene weilanden, waar de biodiversiteit volledig weg is. Je zegt nu, omdat jullie het weten, maar misschien is het... Ik heb weinig verjaardagsfeestjes gehad waar we bij het inschenken van een glaasje wijn zeiden, het is toch wat, hè, die biodiversiteit. Ik heb het nog niet gehad.
Dan mag ik daar zeggen? Ja. Kijk, ik ben vanuit huis waterbouwer. Hè? Ja. Dus wij zeggen altijd, nou ja, je moet wel eens in de 10 jaar moet je toch wel een fikse overstroming hebben. Want dan blijven we tenminste een beetje in beeld. Hè? En we hebben het prachtige Ruimte voor de Rivierprogramma gehad, waar overigens waterveiligheid, natuur en recreatie zijn gecombineerd. En dat was alleen maar omdat er in 96, 98 overstromingen waren. Kijk, als je nu kijkt naar wat mij betreft urgentie geeft voor de biodiversiteitscrisis, is het bijvoorbeeld de situatie rond ons drinkwater. Dat is echt een probleem. Ja. Er zijn steeds meer geluiden dat er echt gekozen moet worden waar het water nog voor gebruikt kan worden en waar niet. En er zijn zelfs scenario's dat sommige plekken zo nu en dan even afgesloten moeten worden. Dus ik denk dat soort we merken het. Eigenlijk merken het. Als je goed kijkt, zie je het al. En ik denk dat, en dat, dat neem ik wel mee van vanmiddag ook, dat moeten we eigenlijk ook duidelijker maken dat dat een één-op-één effect is van wat wij met de biodiversiteit aan het doen zijn. Duidelijk, ja. Ik ga even een paar dingen nog even uithalen die voorbij komen. Sowieso krijg ik het advies om andere feestjes te gaan kiezen, maar dat is een ding. En ook iemand die zegt, ik wil eigenlijk helemaal niet anoniem zijn, maar ik weet niet hoe dat werkt. Wet en regelgeving zorgt voor gelijk speelveld. Daar gaan we het zo meteen over hebben, in het gesprek ook met de bestuurders. Handhaven, maar er is eigenlijk helemaal niet genoeg geld meer voor handhaven. Dus we kunnen het wel zeggen met elkaar handhaven, maar als we daar te veel op laten hangen, dan stel ook een soort extern afhankelijk, dat is niet het antwoord. Nee, maar dat is een politieke keuze, hè, of er geld voor is of niet. Ja. Ik bedoel, ik vind dat altijd een beetje een zwak argument. Ik denk, met handhaven gaan we de wereld niet redden. Hè. Je gaat de wereld redden met dat mensen er anders naar durven kijken en stappen zetten. En de laatste groep mensen, die moet je met handhaven zorgen dat ze de juiste dingen doen. Ja. Dus ik vind het veel belangrijker om in te zetten op dat mensen begrijpen wat er aan de hand is. En dat ze dat kunnen vertalen naar hun eigen handelen. Hè? Want het is heel makkelijk om te zeggen, ja, het gaat slecht met de biodiversiteit. En dan naar Schiphol te gaan in het vliegtuig te staan. Ja, vanuit het vliegtuig zag ik dat het slecht ging. Ja, dat het slecht ging. Dus je moet het ook nog kunnen relateren aan je eigen handelen. En dat is waar we in de landbouw, zeg maar, met onze organisatie al heel hard aan werken. Om te laten zien aan boeren, kijk, als we dit doen, dan denken wij dat er dat gebeurt. Maar dat gaan we ook echt bekijken met elkaar. En als ze dat werkelijk zien, die boeren ook, hè? Boeren één keer instappen in dat systeem van de grijs natuurbeheer, je kunt ze laten zien van kijk, dit gebeurt er als we dit anders doen, ja, dan worden ze enthousiast en dan gaan ze met elkaar in gesprek van goh, maar wat zouden we volgend jaar nog beter kunnen doen? Ja, dat is een mooie opmerking van Annemarie Pronk, sluit daar mooi op aan. Waarom zouden mensen niet intrinsiek gemotiveerd zijn? Niemand wil een gesloopte planeet. Belangrijk om kennis te nemen, dus gaat hier van klimaatpsychologie, dat blijkbaar ook een speciaal werkveld, maar dus dat je dus in ieder geval ook echt op kijkt van hoe kan je nou mensen meenemen? Ja. Wat wij nu ook aan het doen zijn, is we zijn bezig met twee koploper projecten, redelijk extreme projecten. Eentje daarvan gaan we vandaag ook mee naar buiten, kan ieder moment zijn. Dat is onze natuurhuis. Dat is een woning waarbij we op basis van biobased materialen een natuurinclusieve woning hebben gemaakt. Waarbij we hopelijk gebruik mogen maken van die graslanden op een andere manier dan dat jullie dat nu doen. Om uiteindelijk weer stro te maken in Nederland en er woningen mee te bouwen. Maar die woningen zijn ook helemaal voorzien van groene daken, van wadi's. Alles zit erop en aan. En wat wij daarmee willen doen is dat het ook heel erg verleidelijk wordt. Dat het begeerlijk wordt om natuurinclusief leven te hebben. En ik denk dat ze dat ook zijn vergeten in de manier waarop wij, dan kijken ons naar gebouwde omgeving. Je ziet nu heel langzamerhand, ook de Valley is een mooi voorbeeld in Amsterdam, waar ze enorm veel groen gaan toepassen op de daken en de balkon. Als we dat weer centraal gaan zetten in onze beleving van de dagelijkse dag, ik denk dat de interesse ook toe gaat nemen. Dus ik denk dat het een beweging is die ook vanuit de begeerlijkheid gaat ontstaan. Ja. Nog 2 vragen, tot slot. 1, daar ben ik wel benieuwd naar. Daan, als ik iemand anders uit jullie organisatie nu van straat pluk en hier aan tafel zet, zou die dan hetzelfde verhaal houden als jij? Ligt eraan wie je aan tafel zet. maar is het voldoende in de hele organisatie? Dat is natuurlijk mijn vraag. Leeft het? Ik denk dat het nogmaals en is. Hè? Dus de wil is er, de strategie komt er. Maar ik denk als de gemeente het uitvraagt, een regelgeving zit, dat is echt een versnelling. Ik ga toch een keer terug naar mijn vraag. Ja. Als ik iemand, want je hebt natuurlijk altijd het risico dat iemand het in de organisatie op zich neemt. Ja. Terwijl dit gaat over het volledig doorleven in de dagelijkse keuze die je maakt. Ja. Als ik gewoon iemand, ik loop naar, weet ik wat, naar een of ander project van jullie, ik pak daar iemand bij en zeg biodiversiteit. Dat iedereen zegt, joh, dat gaat niet goed. Ja, zet hem aan tafel. Wat is jouw gevoel? Wat is jouw gevoel? Ik zit het genoeg in je organisatie? Ik zeg altijd, niet altijd. Hè. Op werk denk je vooral vanuit je functie. En ik zeg altijd, neem een stukje natuur. En het weekend ga je naar het natuurgebied. En maandag zit je weer op je functie. Dus ik zeg altijd, neem een stukje natuur mee vanuit je weekend naar je werkweek. Ja. En zo probeer ik het te doorleven. Maar het is echt, we moeten er echt nog een slag aan maken. Ja, absoluut. Onno, hoe zit dat bij Ballas Nederland?
Ja, bij onze vastgoedpoot is het doorleefd bij iedereen. Bij alle projecten doen wij het. Dus ja. Iedereen heeft ermee te maken. Iedereen heeft contact ook met de vogelbescherming bijvoorbeeld. Dus ja. Dat is niet projectspecifiek. Beter gezegd, het initiatief om dit zo grootschalig op te pakken komt bij mijn collega's vandaan. En wat wij doen is zorgen altijd dat grotere teams bij betrokken zijn. Dus ik denk wel dat het redelijk goed gaat. Misschien niet overal bij de administratie, misschien. Maar bij de mensen die de projecten bepalen gaat het zeker goed gaan. Oké. Ik heb zometeen een tafel heb ik met gedeputeerde waterschappen, wethouders. Waar moeten we het over hebben? Keuzes maken. Ja? Volgens mij is dat de essentie van... Dan gaan ze vragen, welke keuze moet ik maken? Ze moeten de keuze maken dat je natuur, zeg maar, niet aan het eind van de rekensom van economie pas een plek geeft, maar dat je die aan het begin neemt. Dat je aan het begin, zeg maar, dat als uitgangspunt neemt. Bij alles wat we gaan doen, moet de biodiversiteit eigenlijk beter zijn na die tijd dan dat die voor die tijd was. Oké, dan de praktijk leert een beetje dat als je verschillende overheden aan tafel hebt, dat dan de een naar de ander gaat kijken. Zegt nee, dit moet je bij de gemeente doen. De gemeente zegt nee, dit lijkt me iets van de provincie. De provincie zegt nou, het Rijk lijkt me wel. En dan uiteindelijk zitten we bij het Europese parlement. Ja. Wie moet dit doen? Ja, ze moeten het samen doen, maar er is maar één manier, zeg maar, in de manier waarop wij in Nederland georganiseerd hebben. Dan begint het met een landelijke overheid die strakke kaders moet stellen en zeggen, en dit zijn de doelen die gerealiseerd moeten worden. En dat moet de provincie dan voor een deel verder doen, in de waterschappen en gemeentes ook. Maar het begint volgens mij bij een landelijke overheid die doelen en kaders durft te stellen en duidelijk aangeeft wie verantwoordelijk is om die doelen en kaders te gaan halen. Ik kreeg ooit een keer een hele interessante vraag toen ik in een lift stapte, toen ik weer wees naar de overheid. En toen zei de persoon in de lift tegen mij, dat ging toen de tijd over het gasloos bouwen. Hij zei, maar Onno, als je het zo goed weet, hè, ja. En je kan het al, waarom doe je het niet? Ja. En dat is eigenlijk wat ik die verschillende lagen zou willen vragen. Als jij het voor het zeggen hebt, wat je hebt, want dat geldt voor ons allemaal, ja. Zoals we hier aan tafel zitten. Wat ga je dan morgen veranderen? Ja. En dan kunnen we morgen bellen met elkaar, wat je hebt je veranderd. Want ik heb het echt letterlijk toen die avond naar mijn aandeelhouder geschreven. Ik wil van nu van niks meer met het gas te maken hebben, is het akkoord. Het waren werkelijk waar 4 regels, die waren voldoende om het voor elkaar te krijgen. En soms zijn de acties echt zo simpel. En nog, anderen nog, denk van, nou, dat moeten in ieder geval zo meteen... Een gezamenlijke aanpak, wat ik net al eerder zei, bijvoorbeeld in de gemeente Rotterdam. We waren een station aan het bouwen, of een vergunningstraject in de Rotterdamse haven. Gemeente Rotterdam heeft het stilgelegd omdat er niet ecologische inpassing was geëist. En daarna zijn we ecologische inpassers geregeld. Maar ga vooraf aan tafel, precies die gebiedsgerichte aanpak. Hoe willen we hier de energietransitie in de stad combineren met biodiversiteit? Zo simpel is het. Ja. Kijk, heb je een beetje vertrouwen in hoe dit verder gaat met het rapport? Als je dit gesprek zo hoort. Nou, ik had natuurlijk tijd om even te kauwen op je vraag. En ik zou wel willen weten van de overheden. Kijk, we adresseren ze in het advies wel ieder met hun eigen taakje. Ja. Als ik het zo mag zeggen. We hebben wel gedifferentieerde adviezen gegeven. Dus ik zou wel van de gemeente willen weten van... wij vragen wat in het kader van het omgevingsplan van ze. Of dat adviseren wij. Hè? Dus ik zou wel willen weten... Gaan jullie dat doen? Ja. De provincies zien wij een heel belangrijke rol in rond de gebiedsprocessen, waar we het net eigenlijk ook over hadden met jullie hele mooie voorbeeld. Dus gaan ze dat nou doen? Hè? En dat moet ook nog een beetje snel, want bijvoorbeeld milieucondities op het gebied van water rond de KRW moeten we gewoon in 2027 hebben gerealiseerd. Ja. Dus moet een beetje tempo. En het Rijk staat natuurlijk aan de lat voor zo'n mooie doorvertaling van jullie bouwbesluiten, natuur inclusief. Okay. Dus ik zou zeggen, kunnen we dat dan morgen verwachten van het Rijk? Nou, heel goed. Nou, een boodschappenlijstje. Ze luisteren allemaal mee, dus we gaan het zo zien. Mag ik jullie in ieder geval heel erg danken. Onno, Alex, Daan, Karen, dank jullie wel voor dit gesprek. Dames en heren, we gaan nog naar een voorbeeld kijken. Uco Vechter, hoofdteam Natuur en Landschap en Drents Landschap, geeft een voorbeeld van gebiedsgericht werken in het Hunzedal. Gaan we even naar kijken. Het Hunzedal loopt vanaf Emmen eigenlijk tot aan het Wad. Hè? En dat Drentse deel, nou, dat loopt dan dus tot aan het Zuidlaardermeer. Natuurgebied, waterwindgebied, een waterbergingsgebied en een leuk wandel- en fietsgebied. Ja. Nou, wat heel erg belangrijk hier was, is dat je zo'n integrale visie had. Dat je een stip op de horizon had, waarbij voor iedereen duidelijk was wat de meerwaarde was voor niet alleen de natuur, maar ook voor mensen die hier fietsen en wandelen, ook voor landbouwers zelfs, waterbedrijven en het waterschap. Het heeft in het begin wel moeite gekost om iedereen aan tafel te krijgen, want niet iedereen had vanuit die natuurontwikkelingsvisie hetzelfde beeld. En pas toen al die andere maatschappelijke opgaven hier ook gerealiseerd bleken te kunnen worden, toen werd het interessant voor alle partijen.
Ik denk dat de basiskwaliteit natuur als concept hier ook prima werkbaar is. Maar als je kijkt naar het Hunzendal, dat we hier ook wel streven naar een heel hoog ambitieniveau. En het feit dat we hier in dit gebied al de bever en de otter en af en toe de visaard hebben rondvliegen, laat zien dat die ambitie ook wel terecht is. Zorgen over gebiedsgericht werken, die zitten vooral in het tijdbestek wat er voor nodig is en soms nog weinig actie en resultaat halen. En met betrekking tot die basiskwaliteit natuur, ja, de zorg is dat het soms wel een heel vaag begrip is. En je moet wel helder en duidelijk zijn over hoe dat gebiedsgericht dan uitpakt, zodat je er ook echt concreet mee aan de slag kan. Ik zou het kabinet willen meegeven om die gebiedsgerichte integrale aanpak met kracht ter hand te nemen. En daarbij de natuur als uitgangspunt te nemen voor het realiseren van al die andere maatschappelijke opgaven. En je kan om ons heen zien tot wat voor moois dat allemaal aanleiding geeft. Kijk, dit is weer een mooi voorbeeld wat we zo te zien krijgen. En ook weer een advies aan het kabinet. Ik heb drie mensen weer aan tafel gekregen en twee mensen die online aanwezig zijn. Ik begin even hier aan tafel. Eerst Rick Grashoff, wethouder Tilburg. Van harte welkom. Dank. Ja. Ik kreeg gelijk al net een vraag binnen. In hoeverre bij de gemeenteraadsverkiezingen dit een onderwerp was? Ja, zeker. Het hele groen in en om de stad en klimaatadaptatie, om er maar eens een te noemen, is echt een thema wat op dit moment ongeveer iedereen raakt en wat ook steeds bredere laag van de bevolking echt weerklank vindt. Dus ik moet zeggen dat ik daarover nou juist optimistisch was. Ja, dat begint echt een factor te worden, ook bij gemeenteraadsverkiezingen. En dat kwam ook terug in debatten of in het collegeakkoord wat natuurlijk nu moet worden gemaakt? Dat collegeakkoord is bijna klaar en kan je verzekeren dat het daar zeker in terugkomt. En op wat voor manier staat het er dan, weet je? Nou, daar zullen denk ik vrij stevige ambities in staan, met name ook over het groen in de stad, maar ook om de stad. En voor Tilburg geldt, omdat we een heel groot omgevingsgebied, landelijk gebied, ook binnen onze gemeentegrenzen hebben, dat die ambities ook echt zullen gaan over forse aandelen natuurontwikkeling ook rondom de stad. Duidelijk, dank. Ja. Ik ga gelijk even online kijken. Dirk Siet Schoneman zie ik daar volgens mij. Eens even kijken of je mij ook hoort. Ja, kijk, we horen ook terug. Dijkgraaf Waterschaps Drentse Overijsse Delta, bestuurslid Unie van Waterschappen. Jullie hebben volgens mij zitten eigenlijk met z'n allen bij elkaar, geloof ik. Hè? Jullie hebben een sessie of iets op dit moment ook. Klopt dat? Pardon, een licentie zeg je? Nee, een sessie. Volgens mij, want we konden nog net tussen wat afspraken door hier in ieder geval bij zijn. Ja. Dat klopt, hè? Ja. En dat geeft ook aan dat je hier belang aan hecht. Denk, hier moet ik even bij zijn. Nou ja, zeker. Wij hebben 2 jaar geleden hebben wij gezegd van als het gaat over biodiversiteitsherstel, dan willen we middels dat Deltaplan ook aansluiten. Wij zijn een belangrijke factor in de ruimtelijke ordening en we hebben daar heel veel ruimtelijke ingrepen. En het is voor ons bij uitstek zeg maar een uitdaging, maar ook eigenlijk een wens om die biodiversiteit eraan te koppelen, omdat het ons helpt in onze dagelijkse taken die we hebben. Ja, duidelijk. Ja, daarnaast Lina den Hartog, waarnemend directeur Natuurministerie van LNV. Welkom. Ook even kijken of ik... Ja, ik hoor en zie, dus dat is ook helemaal mooi. Ik kan nu al met zekerheid zeggen dat er op een moment in dit gesprek naar voren gekomen, het Rijk moet hier gewoon de regie pakken. Die moet dit gewoon regelen. Heeft u uw antwoord al klaar? Nou, volgens mij pakt het Rijk ook echt wel regie. Als je kijkt naar het regeerakkoord waarin het Nationaal Programma Landelijk Gebied wordt aangekondigd, dat juist die opgave op het gebied van breed natuur, specifiek stikstof, klimaat en water, dus ook de KRW die al eerder genoemd werd, oppakt in samenhang, maar niet in isolatie. Want wij kunnen als Rijk heel stoer zijn en zeggen wij gaan het wel even regelen, maar we moeten het als overheden met elkaar doen. Ja. Dus een grote opgave bij het Rijk. En we pakken daarin ook regie, maar zeker niet in isolatie. Samen met provincies, met waterschappen, met gemeenten, met andere relevante spelers. Kijk, we gaan dat straks even vertalen. Want dat is natuurlijk, dat hoort ook in zo'n proces. Maar dan zeggen we, want het is, we pakken regie in samenhang, maar niet in isolatie. En wat dat dan praktisch betekent, als je dan met elkaar echt iets voor elkaar probeert te krijgen. Haga Rooijakkers hier ook aanwezig. Namens het IPO, bestuurlijk adviescommissie Vitaal Platteland, gedeputeerde Noord-Brabant. Hartelijk welkom. Ja, ik, dat kon de rest van de mensen niet zien. Maar ik zag je net even knikken, want ik kon u zien. Want, over die opmerking over dat water, over dat drinkwater, we merken het al. Ja, en waarom knikt u hier? Omdat het realiteit is dat wij niet meer te maken hebben met extreme jaren die maar in een paar procent van de gevallen gaan voorkomen.
maar dat het nu normaal is dat de weersextremen heel veel zonder banen, ja. Waaronder ook de drinkwatervoorziening. Nog maar gisteren zat ik aan tafel met de directeur van ons drinkwaterbedrijf in Noord-Brabant. We halen ons drinkwater uit de grond. En die gaf ook wel aan van, nou, als dit het nieuwe normaal wordt, geef mij maar aan, gedeputeerde, welke dorpen en wijken ik op de droge weken tussen 6 en 8 s'avonds, ja. Ga afsluiten van het water. Als u, ja. Mij aan de vergunning wenst te blijven houden. Ja, en hoe verliep dat gesprek verder? Heel goed, want wij gaan heel goed samen. Ja. Maar het laat wel zien dat het de realiteit is waar we ons toe te verhouden hebben bestuurlijk. Ja. Ja. André, welkom terug aan tafel. Je hebt natuurlijk ook naar het vorige gesprek geluisterd. Wat viel je op? Je bedoelt met de maatschappelijke sectoren? Ja. Nou, dat dit gesprek hadden we 10 jaar geleden niet zo kunnen voeren. Jij vroeg 2 jaar, dat was misschien iets. Dat was iets te ambitieus. Ja. Maar ik word echt, ik krijg er energie van. Ik word er blij van als ik toch deze koplopers, want daar had je natuurlijk gelijk in. Maar dat is wel een doorvrocht verhaal. En, ja, dat hebben we ook nodig, want als je die stap maakt van sectoraal natuurbeleid naar natuur overal en natuur inclusief, dan heb je ook dit nodig. En daar word ik dus blij van. Ja. Nu het gesprek met de overheid. Kan ik eigenlijk als Nederlands staatsburger van jullie verwachten dat jullie als één overheid opereren hierin? Of is dat wat te ambitieus voor mij, Rick Grassoff? Ik denk dat je, als je kijkt naar de gebiedsaanpak, dat je mag verwachten als burger dat met name provincie en gemeente als één overheid samenwerken in die gebiedsaanpak. De positie van het Rijk is weer iets anders. Ik zou niet willen dat het Rijk zich aan detail ging bemoeien met gebiedsaanpak over het hele land. Want dat is niet te doen vanuit de Haagse bureautafels. Nee. Dus wat dat betreft, ja, één overheid. Wat niet wegneemt, en dat vind ik echt belangrijk om te zeggen, dat als je kijkt naar dat advies van de Raad op het punt van de basiskwaliteit natuur, dat het echt belangrijk is dat het Rijk daar een duidelijke invulling aan geeft. Ik sta vierkant achter dat advies, laat het duidelijk zijn. Ik denk dat het belangrijk is, juist buiten die natuurgebieden, die natuur ook definiëren en een positie geven. Maar dan moet dat helderder en duidelijker van een kader worden voorzien. En als je het begrip niet laat, niet inhoudelijk niet laat, dan ben ik bang dat Hager en ik in gebiedsdiscussies straks nog 3 jaar met elkaar bezig zijn met allerlei partners om te bedenken wat die basiskwaliteit natuur dan is. En dan vergeten we dat we in die tussentijd moeten handelen. Duidelijk, ja. Ik moet even praktisch voor de techniek, want ik zie ook vragen voorbij komen en ik zag dat de microfoon bij jou, Hager, niet helemaal goed werkte volgens mij. Dus we gaan dat nog even proberen en anders moet even... Ja, het werkt nu? Oké, heel goed, fijn. Check ik even, want er wordt gelijk ook even naar jou gekeken van, ik denk dat wij datzelfde vinden, zeg ik Grassoff. Ja, ik herken heel erg wat Rick Grassoff daarover zegt. Het is ook jammer als wij tijd verloren laten gaan om precies te definiëren wat de basiskwaliteit natuur is. We zijn op dit moment al heel erg goed aan de slag rond die gebiedsgerichte aanpak. En daarom moeten we niet aan tekstexegeses doen of poldermodellen rond een begrip. Maar het nu al maximaal als overheden op gaan pakken. Overigens ben ik over 3 aspecten wel heel positief hoor, op dit moment. Ik denk dat er nu een generatie bestuurders is aangetreden die al heel erg begrijpt wat de Raad heeft opgeschreven. Mm-hmm. Als je kijkt nu wat gedeputeerden zeggen op dit moment, en er zijn meer heidagen nu heel spannend rond de onderwerpen waar Lida ook verantwoordelijk voor is, zie je dat we bijvoorbeeld nu ook te maken hebben met bewindspersonen die zeggen, Christiane van der Wal en Mark Harbers, bodem en water moeten sturend gaan zijn. Ja. En dat is echt heel mooi om ze dat te horen zeggen. En dat in de praktijk te gaan vertalen is natuurlijk de volgende stap. Ik kreeg trouwens gelijk een vraag bij iemand, moet daar niet biodiversiteit ook bij? Zeker. Bodem, water en biodiversiteit als sturend. Zeker, maar laten we ook even appreciëren dat het zo door bestuurders zo wordt gevoeld. En dat de verantwoordelijkheid wordt genomen. En ik denk ten tweede dat je ziet dat in heel veel zaken, want we staan nu natuurlijk in een nieuwe realiteit. Als het gaat over dat er minder geld beschikbaar is. Prijzen zullen stijgen, grondprijzen stijgen, materiaalprijzen. En dan heb je natuurlijk in al die grote projecten die we hebben als gemeente en provincies. Misschien kan het wel een schepje minder, hè? Ja. Het woord budgetvarianten valt in allerlei infra- en waterprojecten op dit moment. Maar je ziet eigenlijk een breed gedragen besef, dat gaan we dus niet doen. Mm-hmm. Dus die plus is eigenlijk het nieuwe normaal geworden. Dus waar je normaal dat onderdeeltje natuur of waterkwaliteit eraf ging snijden, zie je nu dat niemand dat meer van plan is. Ja. En dat vind ik heel positief. En tot slot denk ik, wat net zo mooi is gezegd over dat gebiedsgerichte integrale werken, ik merk dat dat gewoon al bezig is en dat we daar hele mooie voorbeelden al in laten zien. Ik merk dat ik langzaam al
Ik weet eigenlijk niet of ik nou helemaal gerustgesteld hier zit of dat ik onrustig word. Eén van die twee. Want ik word onrustig omdat ik denk van ja, wacht eens even. Ik had hier net hiervoor een tafel van activisme. En zeg, we moeten door. En ik hoor nu al van, nou, norm duidelijk stellen. En dan, maar er is ook al een nieuwe groep bestuurders en dat komt wel. En gerustgesteld denk ik van, het komt wel. Het gaat wel goed. Hoe zit jij erbij, André? Nou, ik zie trouwens een handje van de... Ja, dat kom ik. Ja, ik zie, ja, het komt goed, ja. Ja, ik denk dat het allebei een beetje waar is. En dat het in die zin toch zoeken is naar een nieuw arrangement. Ik weet zeker dat de slag van natuur naar water is al heel natuurlijk, is al langer genomen. Denk aan deltaveiligheid, de slag naar gezondheid, naar wonen. Zeker interdepartementaal. Ik ben natuurlijk ook DG Platteland geweest en DG Natuur. Dat is echt nog wel nodig. En hier en daar zie je hetzelfde met gebieden. We hebben natuurlijk een prachtig filmpje gezien. En er zijn gebieden waar men elkaar vlot vindt en ook levert. Maar er zijn ook gebieden waar het heel lang op slot blijft zitten en er weinig voortgang is. En ja, die tijd van dat laatste soort gebieden kunnen we ons eigenlijk niet meer permitteren. Dus dan zeggen wij als raad, en dat zeggen we ook in ons advies over de ruimtelijke ordening, stel doelen en stel daarbij termijnen. En als, wie moet als regering en zorg, ga er ook een beetje op toezien. Een beetje op toezien? Nou, zorg dat er ook op wordt toegezien. Gewoon op toezien? Op toezien, ja, want we hebben ongeveer 100 inspecties in dit land, maar er is geen natuurinspectie. Ja. Dixie Schoneman, ja. Inderdaad, ik hoorde in het rijtje de waterschappen nog niet voorbij komen. Dus ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. Ja, dat was de eerste neiging om al te reageren op het moment dat Rick Grashoff de waterschappen als mede-overheid oversloeg. Mm-hmm. Ik denk dat dat een omissie is die ik graag nog even rechtzet. Want met name in die gebiedsprocessen waar die enorme opgaves op dit moment bij elkaar landen, denk ik dat we als waterschappen juist die natuurlijke robuustheid proberen aan te brengen. En daar hoort natuurherstel bij, daar hoort biodiversiteit bij. Omdat wij zien op dit moment dat alle technische maatregelen die we in het verleden zeg maar konden nemen om zeg maar klimaatrobuust te zijn, niet voldoende zijn. Je moet nu vooral kijken naar de grote oppervlakte. En dat betekent dat iedere vierkante meter meetelt. En dat betekent dat iedere vierkante meter zijn functie heeft, maar ook in die klimaatadaptatie. En ik denk dat we inderdaad niet te lang stil moeten blijven staan van wat is nou een basiskwaliteit natuur. We gaan Nederland in een ras tempo opnieuw inrichten. Het begint bij de locomotief van stikstof. Woningbouw is een grote opgave. Klimaatadaptatie en klimaat is een grote opgave. En dat moeten we allemaal bij elkaar brengen. En dan hoop ik dat we snappen met z'n allen dat we er niet aan ontkomen om iedere vierkante meter mee te laten tellen. En dan gaat biodiversiteit een grote rol spelen. En hoe die er dan precies uitziet, dat maakt niet zoveel uit volgens mij. Dan is die ene zin in het regeerakkoord water en bodem sturend. Dat is een hele belangrijke, want daarin geven we aan dat je gewoon rekening moet houden met de gesteldheid. En volgens mij liggen er dan ook kansen om die gesteldheid te vergroten. Duidelijk. Ja. Ik check toch even, Rick Grashoff, want je poneert het natuurlijk heel stellig. Zegt van, nou, eigenlijk moet je dan die basiskwaliteit duidelijk definiëren, dan weten wij waar we aan toe zijn. Ik hoor toch wat onttrekkende bewegingen. Ja, toch houd ik die stelling wel staande. En ik pak even, overigens, zeer terecht om de positie van de waterschappen nog even te benadrukken, hoor. Dat vergat ik, maar dat is niet zo dat ik het niet vind. Ik vind de positie van waterschappen buitengewoon belangrijk. Oké, dan mag nu uw handje naar beneden, maar, dan is dat goed. Ja. Zoals Van der Zand het net ook zei, kijk, je hebt de koplopers, daar vinden we elkaar wel. Maar wil je massa maken, dan zul je ook die 60% die eerder vanmiddag is genoemd, ook mee moeten krijgen. En dat zijn gebieden en processen waar het niet zo vlot loopt. Daar zul je heel duidelijk moeten zijn in de kaders en ook inderdaad in dat toezicht. Het is helemaal niet erg als wij als decentrale overheden met een duidelijk kader van het Rijk aan de slag gaan en dat gebiedsgericht gaan invullen. Lida, Lida vragen, want ik bedoel, dat is jullie adviseren, maar zij moeten het doen. Lida, ik bedoel, dat is heel duidelijk. Ik bedoel, zorg gewoon voor een duidelijk kader, duidelijke definitie. Wat is die basiskwaliteit, gebiedsspecifiek, ook nog belangrijk. En dan kunnen zij aan de slag. Nou, daar zou ik dan toch twee dingen uit elkaar willen trekken. Hè? Want volgens mij gaan we nu een hele duidelijke kader stellen, waar ik ook op vraag, op het gebied van echt niet alleen stikstof, maar breder de natuur. Dus echt het realiseren van de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn op termijn. En de kaderrichtlijn water en het klimaat. Dus daarmee hè, bodem en water leidend, maar ook gegeven de huidige natuurgebieden en wat die nodig hebben en wat breder de natuur nodig heeft om op termijn richting die gunstige staat te komen. Daarmee gaan we heel belangrijke dingen doen voor de basiskwaliteit natuur.
Alleen dat concept, en dat is wel terecht wat aan tafel wordt geconstateerd, is nog niet helemaal uitgekristalliseerd en gedefinieerd. Wat is dat nou precies? En daar zijn we mee bezig. Maar wat ik zou willen voorkomen is dat wij nu overhaast een of andere definitie in een wet of zo gaan vastleggen, die we nog onvoldoende met elkaar doordacht hebben. Dus ik heb liever dat wij nu, zoals we via het Nationaal Programma Landelijk Gebied gaan doen, hele belangrijke stappen gaan zetten, waarmee we ook al echt heel veel goeds gaan doen voor die natuur buiten de natuurgebieden, dan dat we nu overhaast tot zo'n definitie gaan komen. En als ik daar nog één ding aan toe mag voegen. Rijk en provincies en terreinbeherende organisaties, maar in samenspraak met heel veel maatschappelijke actoren, gaan over een kleine maand ook komen met een eerste versie van de agenda Natuur Inclusief. Juist ook om voorbij te gaan aan alleen de focus op natuurgebieden, maar heel erg, wat ik Alex Datema net ook hoorde zeggen, het integreren van de waarde van natuur aan het begin van een beslissing. Dus inbouwen, in landbouw, in de energietransitie, in al die velden. Dus dat is ook een hele belangrijke. Duidelijk, ja. We hebben nog één iemand, die kon hier niet bij zijn, maar we hebben gevraagd om ook even door middel van de videoboodschap even ons toe te spreken. Harold Hofstra, gedeputeerde uit Flevoland. Daar gaan we even naar kijken en dan gaan we naar aanleiding daarvan weer dat gesprek oppakken. De door de Raad van de Leefomgeving geschetste urgentie om het een en ander natuur inclusief te maken, maar ook juist ook in te zetten op de kansen die dat ook biedt, die onderschrijven wij als IPO enorm. Omdat wij vinden dat het echt nu ook wel, het is eigenlijk geen 5 voor 12 meer, maar het is 5 over 12. Nou, de aanbeveling om de natuuropgave te verbinden met andere en overige opgaves is essentieel. Omdat we zien bijvoorbeeld ook de woningbouwopgave waar Nederland nu ook voor staat, die kun je niet invullen zonder dat ook natuur inclusief te doen. Maar ook als we kijken bijvoorbeeld naar de transitie van de landbouw naar meer natuur inclusieve landbouw, die is essentieel. Wij zien de basiskwaliteit natuur als een belangrijk houvast voor de verdere ontwikkeling. En voor wat betreft de gebiedsgerichte samenwerking is het echt ook noodzakelijk om ook tussen de verschillende overheidsorganisaties, maar ook de andere betrokkenen in het gebied, goede afspraken te maken. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat wij als gebiedsregisseur, als provincie zijnde, ook duidelijkheid krijgen over de middelen en waar deze middelen landen. Op welke manier kunnen we deze middelen inzetten en welke doelen dienen deze middelen ook. Bij het advies van de Raad om te komen tot inderdaad een onafhankelijk toezicht en monitoring plaatsen we wel één kanttekening. En die kanttekening is dat wij zeggen, we willen wel ruimte hebben voor maatwerk. Juist in die gebiedsprocessen. We pleiten daarom ook voor een landelijk raamwerk met ruimte voor regionaal maatwerk. Opdat wij zo met onze gebiedspartners kunnen kijken wat het gebied nodig heeft en welke doelen we in dat specifieke gebied ook willen vormgeven. Een belangrijke uitdaging voor het natuurinclusieve agenda, natuurinclusief werken, is dat we dit niet sectoraal of departementaal aanpakken. Maar dat we juist door de departementen heen, door de sectoren heen, de ambities en de opgaves die er zijn voor het natuurinclusief Nederland, dat we die vorm en inhoud geven. Ik wil er ook graag meegeven dat op dit ogenblik natuurinclusiviteit, de agenda natuurinclusief, de hoogste prioriteit moet hebben, ook van dit kabinet. Er staan grote opgaves in het landelijke gebied. Maar dit redden we niet zonder een natuurinclusieve agenda. Kijk, aldus Harold Hofstra. Wat hier natuurlijk in zit, ik vind trouwens wel, het is wel interessant. Hè? De taal verandert ook tussen de twee tafels, merk je dat? Hè? Dus het gaat nu al even van een mooie zin ook. Landelijk raamwerk, zodat we lokaal maatwerk kunnen doen. Het is een, maar dat hoort natuurlijk misschien wel bij besturen. Het is iets beschrijvender, het is iets afstandelijker. Ik zie je lachen, maar dat klopt toch of niet? Ja, ik ben nog een verse gedeputeerde. Dus ja. Ik zit af en toe ook nog als Alice in Wonderland te kijken naar al die begrippen en ook vele afkortingen die er eigenlijk over natuur gaan, bijvoorbeeld. Ja, we kunnen zo eens kijken of we in de laatste ronde het nog één stapje concreter kunnen maken dan. Want een van de belangrijke punten natuurlijk hierin is ook, verbind dingen met elkaar. Kijk ook in andere wethouder Tilburg, van welke domeinen allemaal? Onder meer openbare ruimte en groen in en om de stad. Ja, en welke nog meer? Mobiliteit. Nou, zit in al die dingetjes, neem je dat dan hier ook in mee? Kan je een voorbeeld noemen bijvoorbeeld rondom mobiliteit? Zeg nou, ja, neem ik dit mee? Ja, zeker. Kijk, mobiliteit is een ruimtevrager. Dus als je vindt dat groen en biodiversiteit belangrijk is en je hebt een concurrentie op de ruimte, ja,
dan zal ik dus ook keuzes moeten maken of die ruimte ten gunste van de auto komt of ten gunste van bomen, groen en biodiversiteit. Ja. Nou, die keuzes moeten we dan ook maken. Maar dit is beschrijvend. Kan je aangeven een keuze concreet, die je maakt? Heel concreet, in Tilburg zijn we nu bezig om een belangrijke weg die rondom de binnenstad loopt, gewoon van twee rijstroken terug te brengen naar één. Omdat één ook meer dan genoeg is en een deel van het verkeer daar niks te zoeken heeft. Ja. Dan hou je heel veel asfalt over wat je eruit haalt. En daar kan je heel veel aan doen aan vergroenen en biodiversiteit. Ja, ja. Lieden en Hartel, nog ook benieuwd. Want je bent voor mij even namens het hele Rijk, spreek je nu, hè? Dat is duidelijk. Er kwam net even dat punt van zo'n bouwbesluit voorbij. Dat zegt, nou, er zijn een aantal ondernemingen die zeggen, wij gaan zelf dan dat bouwbesluit wat scherper formuleren. Het zou toch fantastisch zijn als je als Rijk op een gegeven moment zegt, fantastisch idee, dat nemen we over. Zijn er voorbeelden, misschien wel vanuit je eigen praktijk, dat je denkt, van, nou, ik zie daar initiatieven van koplopers, die adopteren we, die nemen we gewoon over. Nou, kijk, het bouwbesluit is een hele mooie. Daar merk je dat het in de sector leeft. Dat daar echt heel veel partijen zijn die er al goed mee bezig zijn. Dus ook samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn wij bezig met een aanpassing van het bouwbesluit. Juist rondom natuur inclusieve normen. En dat vind ik het mooie. Hè? Ik noemde de agenda natuur inclusief, die noemde Harold Hofstra ook. Die is tot stand gekomen in een proces waarin allerlei partijen betrokken zijn. Of dat nou de recreatiesector is, of de bouwsector, of de landbouwsector. Heel breed. En daar gebeuren hele goede dingen. Ik ben op dit moment op werkbezoek in Friesland. En daar merk ik, was vanochtend bij een bedrijf dat verpakkingen maakt, nota bene. Dat staat misschien een heel eind af van per se natuur inclusief. Maar de manier waarop zij opereren, kijken naar hun werkproces, naar de manier waarop ze hun producten vormgeven, ook het gesprek voeren met hun klanten. Ik denk, top. En tegelijkertijd hoor ik daar misschien ook soms wel signalen van. Ik denk, hey, maar hebben zij niet het zetje in de rug nodig van normeren? En ik weet, daarmee haal je een hele discussie open. En dat moeten we misschien ook niet als eerste gaan doen. Maar er zit zoveel energie op dit moment bij bedrijven, dat we die als overheid op zijn minst moeten ondersteunen. Ja. Dirk Siert, ook als vraag, gewoon iets gewoon heel praktisch. Misschien wel van iets wat net buiten de verwachting ligt hier. Kijk, daar nemen we dit denken echt al in mee. Nou, dat begint eigenlijk in het stedelijk gebied al wel. Hè? Dat je kijkt naar het ontstenen. En dat doen we vanuit klimaatadaptatie. Dat we echt nadenken over hittestress, wateroverlast. Hoe zorg je nou dat ook het stedelijk gebied meedoet in het vergroenen, waardoor het ook leefbaarder wordt. En wat ik daar wel waarde aan hecht, is dat je dat ook samen met burgers doet. En dat je daar ook enige bewegingsvrijheid overhoudt. Dus ik ben nog niet zover dat ik vind dat het heel erg beschrijvend moet zijn hoe het er dan precies uit moet zien. Het begint met bewustwording. Het begint met het voelen van de urgentie. Om zeg maar iedere vierkante meter, zoals we straks genoemd, daar een bijdrage in te laten leveren. En uiteindelijk denk ik misschien wel dat je moet komen tot van hoe kun je nou de juiste versterking laten plaatsvinden. Wij als waterschappen hebben die enorme verbindende lijnen in het landschap. Hè. Dat gaat over de kanalen, dat gaat over de sloten, dat gaat over de dijken. Het zijn echt kilometers, hè, duizenden kilometers. Nou, daar liggen wel kansen om zeg maar vanuit de biodiversiteit ook te kijken van waar moet je dan specifiek op richten. Maar ik vind wel dat er enige bewegingsvrijheid moet zijn om ook een eigen bijdrage te kunnen leveren. Hager, toch aan jou ook de vraag. Iets binnen je eigen portefeuille waar je denkt, ja, dan maken we echt al verbinding met andere domeinen. Ja, ik zie dat natuurlijk in die gebiedsgerichte aanpak. Dat gaat over en landbouw en water en natuur. Dus je wil daar aan de slag op een manier dat je voldoende water vasthoudt voor natuur en landbouw. Ja. En drinkwater, dat je naar een verbetering gaat van die biodiversiteit. Hè, en dat je naar perspectief gaat voor de landbouw in die zones rond die natuurgebieden. Dus daar werken we al samen. En dat is ook ontzettend spannend. Ik bedoel, ik wilde niet onbedoeld net Ruben de indruk geven dat het allemaal appeltje eitje is. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, het is natuurlijk de bestuurlijke realiteit van elke dag, dat je daarin ook keuzes moet gaan maken. En dat het ook gewoon hartstikke ingewikkeld is om dat te doen en om die puzzel te leggen met elkaar. Ik werd wel geïnspireerd eerder vandaag door de inspiratiedag Steenbreek. Mm-hmm. Dat was een dag waarin het heel erg ging over klimaatadaptatie en de mooie voorbeelden die daar zijn. En in Brabant heb je daar de gemeente Laarbeek. Die heeft elk jaar de groene strijd. Nou, dat spreekt enorm aan. En hier denken we dan meteen aan grote botsende belangen waar je niet uitkomt. Maar ze gebruiken dat als een wedstrijd om bewoners en ondernemers met elkaar te laten strijden om het beste groene idee. Ja.
Wat er wel gerealiseerd moet gaan zijn. Ja. Dus dan krijg je een waaier aan voorbeelden waarin ze laten zien, nou, dit kunnen wij met z'n allen en wij kunnen dit als de beste. Ja. En het mooie is dat het ook na die wedstrijd door blijft bestaan. En daar krijg je natuurlijk goede zin van, zonder nu weer alweer te zeggen, dat is natuurlijk die 20% voorlopers. Maar je ziet dat het op die manier de harten en geesten van mensen bereikt die normaal eigenlijk niet zoveel met natuur hebben. Duidelijk. En dat is denk ik de winst. Ja. Ik kijk even naar de tijd. De tijd gaat snel. En we moeten dit ook gewoon gaan doen. Hè. We moeten ook op een gegeven moment stoppen met praten hier met elkaar. We moeten weer verder aan de slag. Ik wil toch een paar dingen pak ik hier even uit. En dan ga ik vragen of het jullie lukt. En deze wordt bij de eerste lastig, zeg ik alvast, Dirk Siert. Om het kort en bondig te houden. Maar Dirk Siert, Henk vraagt. Waterschappen hebben een cruciale rol in het tegengaan van verdroging. Waarom horen we hier niet over? En ik zag het later ook al ergens terugkomen. Jullie hebben natuurlijk juist in de discussie over biodiversiteit en de spanning die daar zit tussen landbouw, zorgen dat die landbouwgronden goed kunnen worden bewerkt en aan de andere kant de consequenties van vertrouwen, een cruciale rol. Nog niet over gehoord. Nee, ja, vandaag nog niet aan bod gekomen. Het komt een beetje omdat ik nu naar buiten kijk en een onweersbui over me heen krijg. Ja, precies. Maar dat is een risico, dat soort zinnen. Ja. Nee, maar volgens mij een terechte opmerking. Wel degelijk hebben we de afgelopen maand ook weer heel veel aandacht daarvoor gevraagd. En als je nou praat over het voorkomen van droogte of droogteschade, dan zit heel vaak de oplossing in de bodem. Dus de biodiversiteit die we aan de bovenkant op de grond zien, die moet je juist ook in de grond laten versterken. Dus wat dat betreft, natuurinclusiviteit is niet alleen maar iets wat je ziet, zit ook vooral in die bodem daaronder. Dus ja, wat dat betreft denk ik dat het een goede opmerking is om dat nog even op dit moment eraan te verbinden. Ja, er zaten ook nog opmerkingen natuurlijk over de geborgde zetels en dat soort dingen, maar die ken je, dat sluit hier goed bij aan. Voor de rest zijn er heel veel opmerkingen en vragen of jullie al regentonnen hebben en dat soort dingen allemaal, daar komen uit. Ik check even als laatste, met hand opsteken. Dus als je niet je hand opsteekt, onderschrijf je het niet. 1. Verbreed de focus van natuurbeleid, natuur overal en voor iedereen. Ja? Absoluut. Kijk, ja, oké, er zit licht vertraging, zie ik op de Zoom-verbinding. Verbind natuurherstel met andere maatschappelijke opgaven. Ja? Staat? Ja? Ik neem aan de voorzitter ook nog steeds. Ja, voorzitter ook, ja? Oké. Weeg natuurwaarde voorwaardig bij economische politieke besluitvorming? Evident. Ja? Present, ja? 4. Werk gebiedsgericht samen overheden en andere betrokkenen? Ja? Oké. Nou, dan zijn we eruit. Dit moeten we alleen nog gaan doen, ook met elkaar. Mag ik jullie ontzettend danken. Ik kijk heel even naar de voorzitter. Was dit het gesprek wat je voor ogen had? Ja, zeker. Ja, je doet wat je kunt doen in deze tijd. Ik had ook wat voorbeelden nog paraat uit mijn eigen inmiddels postpensioenperiode, maar die zal ik laten. Ik wou nog wel even het punt oppakken van ook middelen, geld. Kijk, ja. Wij zeggen ook ons God middelen. Hè? We hebben nu een nitraten- of een stikstoffonds. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft al laten zien dat je in sommige gebieden ook naar verdroging moet kijken. Ja. Soms kan dat ook samengaan. En hetzelfde geldt overigens ook voor klimaat en mitigatie. Vernatting helpt niet alleen voor het waterbeheer, maar ook weer voor natuur. Dus kijk ook vooral naar ontschotting van die middelen. En dat ook moet in die regio's gebeuren. En dat vraagt ook nogal wat, is mijn ervaring, van de departementen en van de mede-overheden en van partijen. Dus die oproep wou ik nog even onderstrepen, want die was me uit het hart gegrepen. Dus, kijk, helemaal ja, goed. Dank. En verder voor iedereen, lees nog gewoon het advies en ga er vooral mee aan de slag. Mag ik jullie heel erg danken voor jullie aanwezigheid, online en hier live ook. Dank jullie wel. Tot slot ga ik praten met Jan-Jaap de Graaf, voorzitter van de RLI. Kijk, die tref ik hier staand. Kijk. Ja, heel toevallig. Kom ik gewoon toevallig tegen hier in de bezuinigd. Ja. Kijk, heb ook meegeluisterd naar dit gesprek deze middag. Zeker, en zeker. Nu maak je vaker natuurlijk rapporten mee. Zeker. Van RLI. Vele jaren al. Vele jaren. Wat is dit voor rapport? Dit is een rapport dat denk ik op zichzelf niet iets bevat waarvan de mensen die in het debat zitten zeggen dat is voor mij gloednieuw. Mm-hmm. Maar dit is wel een rapport dat denk ik op het goede moment een zet geeft aan een ontwikkeling die al gaande is. Mm-hmm. En dat is tenminste even belangrijk. En wat is die zet dan? Die zet is, kijk maar naar de titel, Nederland natuur inclusief. Mm-hmm. Dus de aandacht op het grotere geheel, zowel inhoudelijk, niet alleen de natuurgebieden, maar ook het land daaromheen en in de stad. Een beleidsmatig onderdeel van de grote transitieopgave en niet een aparte transitieopgave. Als je het kort samenvat, toen ik een aantal jaar geleden directeur van Natuurmonumenten was, en je maakt mij midden in de nacht wakker, dan riep ik Nationaal Natuurnetwerk. Ja. Of toen Ecologische Hoofdstructuur. Ja. 3 N'en. Nu roep ik er 2. Nederland Natuur Inclusief. En ik vind het hoopvolle van vanmiddag, misschien mag ik daar nog een anekdote aan verbinden, dat we daarna op weg zijn. Mm-hmm.
Een anekdote is deze, want die ga je natuurlijk nu vragen. Zeker, ja. Toen ik 30 jaar geleden beleidsmedewerker was bij het Verbond van Nederlandse Onderneming, het VNO, bij de Milieuclub daar. Toen reed ik met een collega langs een grasveld in Den Haag, waar alleen maar gele krokussen stonden. Wel ongeveer 1 miljoen. Ja. En die collega van mij die keek mij aan en die zei, hoezo biodiversiteit? Ja. En dat was een badinerende opmerking. Want daaruit bleek dat biodiversiteit, voor zowel überhaupt een bekend begrip, dat werd toch geringschattend over gesproken. Ja. Zeker in die kringen. Nu is dat volstrekt anders. Als je vanmiddag kijkt naar de manier waarop het in het gesproken wordt, zowel bestuurlijk, maar ook met name in het debat met bijvoorbeeld het bedrijfsleven, dan is het bewustzijn dat we hier iets hebben wat echt van betekenis is, is enorm toegenomen. Ja. Dat betekent dat ik zelf, kijkend naar wat er nu gaande is, aan de ene kant gaat het slecht met de biodiversiteit. Dat is zeer zorgelijk. Maar aan de andere kant zie ik ook dat die bewustwording dusdanig is dat ik denk, binnen Nederland komt dat wel goed. Ja. Wat overblijft is natuurlijk het feit dat Nederland een onderdeel is van een veel groter deel van de aarde. Iemand schreef ook nog, EU, Nederland is een postzegel in de Europese Unie. Dat vind ik eigenlijk de grootste zorg. Ja. In dit land, voor zover wij het voor het zeggen hebben met z'n allen, denk ik dat we op de goede weg zijn en dat we de ontwikkeling die nu gaande is kunnen keren, behoudend voor zover we van dat buitenland afhankelijk zijn. Nou, dat zijn we ook. Ja, want dat is misschien wel een goede laatste vraag ook. Want je hoopt natuurlijk dat zo'n verhaal als dit ook opgepakt wordt. Op meerdere plekken dat gesprek wordt gevoerd. Misschien zelfs wel in Europa dat gesprek wordt gevoerd. Heb je daar een beetje zicht op en wat de opvolging hiervan is? Nou ja, als ik dus luister naar wat er vanmiddag wordt gezegd aan tafel, dan hoor ik dat signaal wat wij uitzenden bestuurlijk, maar ook in de samenleving, al wordt opgepakt. En daarom zei ik ook, het is niet allemaal gloednieuw, nee, maar het komt op een goede moment en geeft een zet aan degene die daarmee bezig zijn met, ja, op weg naar de goede zaak. Dus ik ben wat dat betreft optimistisch gestemd. Duidelijk. Tot zover? Tot zover. Tot zover. Dankjewel. Dank, ja. Dag. Dames en heren, mag u heel erg danken voor het kijken. En, nou, ik hoop in ieder geval dat het u ook weer geprikkeld en geïnspireerd heeft. Lees zeker nog het rapport. Het is zeer goed leesbaar en het geeft ook een paar hele praktische handvatten. Ik zag ook verschillende mensen al vragen, komt er een verslag? Nou, niet direct een verslag. Dit is zeker terug te kijken, deze uitzending. En ik geloof dat er ook nog iets met de linkjes wordt gedaan van alle voorbeelden die zijn genoemd. Mocht u nog vragen, opmerkingen of ideeën hebben naar aanleiding van deze middag, laat het ons gewoon in ieder geval weten. Voor nu, ik kan langs de camera zien dat er buiten de zon toch is gaan schijnen. Dus wens ik in ieder geval een hele mooie middag in het groen hopelijk. En wellicht tot een andere keer. Dank u wel.